Goedemiddag, dames en heren. Welkom bij het Bijlmer Park Theater. Welkom bij Zwart Nederland. Dat is ook de hashtag die we vandaag gaan gebruiken. Dus de Twitteraars en de Instagrammers en de Facebookers gebruiken die hashtag alsjeblieft. We zorgen dat er... Zwart en L. Zwart en L. Ja, dat kan ook. Dat is korter. Ja. Maar we nemen ruimte in, dus Zwart Nederland mag ook. Ja, ik ben benaderd door Nancy Jouk van Cosmopolis Utrecht en ook van Netwerk Slavernijverleden om vandaag te hosten voor jullie. Ik ben Quincy Gario. En vandaag hebben wij een heel mooi samenstelling van sprekers en een heel mooi middag van pakketjes gegeven. Pakketjes van kennis. We hebben vandaag Simone Zeewijk, die komt praten. Zij geeft een inleiding. We hebben vandaag Marcus Balkenhol, die komt spreken. Marcus Balkenhol is verbonden aan het Meertens Instituut. En hij komt spreken over Zwarte Piet en erfgoed. We hebben vandaag Charles Landvreugd. Charles is een kunstenaar en heeft nog interessante kijk op Afro. In het Afro in Europese opzicht en dan in kunst. Hij doet op dit moment een PhD en dat gaat hij vandaag met ons delen, van wat zien we precies. We hebben vandaag Wayne Modest. Wayne Modest is van voormalig Tropenmuseum, maar nu moeten we zeggen Museum van Wereldcultuur. Dus een samenvoeging van al die musea samen. En hij komt spreken over zwart en internationaal perspectief of Global Blackness. En we hebben ook emeritus inmiddels, toch? Emeritus hoogleraar. Emeritus. Emeritus. En voormalige docent ook van mij, professor Gloria Wekker. En die komt dan spreken over Afro-identiteit in Nederland. Dus, en dat is voor de pauze. Dus er komt nog wat aan. Na de pauze gaan we ook spreken met Stephanie Afrifa. Zij is oprichter van het bloggers en vloggers en een soort van alles platform. Nation of Overthinkers, podcast platform. Heel vet, nieuwe mediamaker zou je kunnen zeggen. Daarnaast met Simone Zeewijk. Die horen aan het begin van de middag. Maar die zien we dan ook terugkomen. En die doet heel veel met Undocumented.nl. En dan ook heel veel met poëzie, spoken word. En is gewoon een cultural critic. Ik heb haar leren kennen als de oprichter van Redefinition. Daar heb ik zelf een paar keer mogen staan. Echt eeuwen geleden. Dus iemand die ook gewoon media maakt en podia creëert voor expressie van zwarte identiteit. Als ik het zo mag zeggen. Oh, zo mag je het zeggen. Daarnaast hebben we ook nog Kiza Magendane. En Kiza Magadane is een politicoloog, oorspronkelijk van Congo, nu in Nederland. En hij is een van de meest interessante denkers over politieke bewegingen en de rol van zwarte mensen daarin, vind ik zelf. Nou, we gaan dus beginnen. Ik wil jullie allemaal vragen om jullie telefoon bij de hand te hebben, zodat jullie kunnen tweeten wat er gezegd wordt. Foto's nemen, zoals ik zei. En ik wil dus als eerste het podium vragen Simone Zeewijk. Simone, round of applause. Goedemiddag iedereen. Mag ik iets meer geluid maken, toch? Goedemiddag iedereen. Goedemiddag. Hi, beter. Oké, dit is het deel van het programma waar er wel iets meer geluid gemaakt mag worden. We gaan even oefenen met de fingersnaps. En misschien hoor je iets en denk je van... Daar gaan we. Ik ben gevraagd om een opening te schrijven voor deze middag. Mijn opening gaat eigenlijk over dat op het moment dat er iets heel tofs gebeurt en het wordt zwart genoemd, is er altijd de vraag, maar wie bedoelen jullie precies met zwart? Het is een moment waarop er best wel veel ruimte ingenomen wordt door andere sprekers. Dus dit is mijn antwoord op de vraag, wat is zwart? Wanneer ik zwart zeg, dan bedoel ik zwart als de politieke identiteit die we hadden voordat we hem konden benoemen. Zwart als in zwart sinds de kleuterklas, sinds de CITO-toets, sinds je vanaf kleins af aan al extra jouw best moest doen, sinds de oldschool Sinterklaasviering waarbij je vanaf ongeveer half november tot begin december hoopte dat niemand die ene grap zou maken. Zwart sinds de middelbare school, zwart sinds de vraag wat je later wil worden en die ene droom ervan gezegd wordt dat je hem misschien niet moet dromen omdat je zwart bent.
zwarte jury die je maakte vlak voordat je besloot om het toch te gaan proberen. Zwart als realiteiten, als herkenningen als thuis. Zwart als ervaringen. Zwart bij de steeksproefsgewijze controle bij de douane. Zwart wanneer Sabrina Starke onze tuinmens overneemt. Zwart op zaterdagavond wanneer het een vissa is. Maar ook zwart op maandagochtend wanneer men dankzij een recente gebeurtenis ineens een mening heeft over onze presidenten. Over wat wel of geen noemenswaardige aanslag is. Over waarom Facebook alleen kiest voor ons Franse vlag als fotofilter. En wanneer men afweegt wie wel of geen echte vluchteling is. Zwart toen Viola Davis Harriet Tubman citeerde, maar ook zwart toen we de reacties lazen op de groepselfies. Zwart wanneer de hashtags als digitale grafstenen onze namen dragen. Zwart als de landen die te vaak worden vergeten in het rijtje met landen die we eigenlijk niet moeten vergeten. Zwart als in de tweets waarmee we afrekenen met de illusie dat Nederland alleen witte documentairemakers heeft. Zwart als in de tweets waarmee we credit geven aan Cindy Kersenbon, Gino Sigham, Bibi Fadlala. Zwart wanneer we digitale vuisten zijn. Zwart als in Quincy 770 aangiftes. Zwart als in compleet verdwijnende Facebook-accounts. Zwart als in keer op keer verstandig genoeg moeten zijn om de drukmachines en de servers op de NRC-redacties een keer niet tot puin te slaan. Zwart als in de kracht om elke keer weer bij de wereld draait door te zitten en het verhaal zo darnig dicht te timmeren dat geen enkel zichzelf serieus en persoon er eigenlijk nog omheen kan. Zwart als onze steun voor Humberto Tan, maar ook voor Beryl Biekman. Zwart van dat ons qua carrière iets opleverde en we volgens de mainstream mooi genoeg waren om geappropriëerd te worden. Zwart sinds we de enige waren. Zwart sinds we de enige waren en de enige bleven, omdat we altijd werden verteld, we hebben al iemand zoals jij. Zwart als in de verwachting, en soms ook de eis, dat elke vorm van zelfliefde een politieke statement is. Zwart als in wanneer elke prestatie een verantwoordelijkheid is. Dat iedereen die op ons lijkt, meteen onze groepsvertegenwoordiger is. Zwart als de tentoonstelling, maar zelden de curator. De studie, maar niet altijd de professor. De bron, maar nauwelijks de vermelding. De kennis, maar heel soms de credit. De naam, maar bijna never de goede uitspraak van die naam. De actrices, maar als we er niet zelf voor zorgen, zelden de rollen. Zwart als het middelpunt van onze intersectionaliteit. Zwart als in zelf jouw evenementen moeten organiseren, omdat je zelf tot nooit wordt uitgenodigd om tijdens een niet-koloniaal gesprek iets over jezelf te mogen vertellen. Zwart als in het geloof en de beloftes. Als Cindy Kersenbron's documentaire over Astrid Roemer, Samora Bergdorf's tentoonstelling, theaterstuk A Raisin in the Sun, The African Students United, het studentenplatform, als Amal Ahaag's Hip-Hop Museum. Zwart als de cultuurprijs voor het Belmer Park Theater. Zwart als de Afro-Nederlandse encyclopedie. Zwart als de wij, nooit meer als de wie. Yes, dat soort zwart. Geweldig, geweldig. En het is ook mooi dat Simone het net noemde, om een beetje inleiding te geven over wat nou de zwarte in Stockholm 3 is, vraag ik mensen jou om heel kort een introductie te geven. Ja, ik ga niet over de encyclopedie zelf praten, want dat gaat Gloria zo doen. Maar misschien is het wel leuk om heel kort even iets te zeggen over waarom deze middag voor mij persoonlijk. Toen ik gevraagd werd om een event te organiseren, kwam ik eigenlijk heel snel op het thema zwart uit. Om een aantal redenen. Eén was heel persoonlijk. 5 maart, jongstleden, hadden we hier een intergenerationeel gesprek tussen 3 generaties zwarte feministen. En Gloria was daarbij natuurlijk. Philomene Asset en Ramona Snow. En Hodan waren samen. En ik. En intergenerationeel vind ik heel belangrijk. En we gingen het over alles hebben. Maar zwart was te ingewikkeld op de een of andere manier. Dat vond ik heel opvallend. Ik dacht, hé, we zijn er zo mee bezig. We zijn met het thema racisme zo ontzettend bezig. Waarom is zwart zo ingewikkeld? En alle sprekers die hier vanmiddag staan, heb ik gemerkt in de loop der tijd dat ze juist heel erg met het thema bezig zijn. Dat ze het ook ingewikkeld vinden, soms ook eng om erover te praten. Maar dat het volgens mij wel heel wezenlijk is. En ik denk dat Simone het ook perfect heeft verwoord hoe belangrijk het ook is. Maar het is een zoektocht voor heel veel verschillende soorten mensen. Voor activisten, voor kunstenaars, voor academici. Dus ik denk dat we onszelf die ruimte moeten gunnen. En een derde reden, en daarom vraag ik Gloria er even bij. Een derde reden was het initiatief, de encyclopedie, Avro,
Nederlandse Encyclopedie. En daar is Gloria ooit mee begonnen, alweer 4 jaar geleden. Ja. Precies. En Gloria kom zelf even vertellen wat dat precies is. Ja. Maar laat ik erbij zeggen, het is dus een inspiratiebron ook voor deze middag geweest. Ik kom meteen naar door. Ja. En applaus voor professor Wekker. Nou, goedemiddag iedereen. Ik wou eigenlijk eerst even beginnen met een cheers te vragen voor Sylvana Simons. Yes. Bij BAM gisteravond. Ik vond haar zo welbespraakt. Zo'n mooie mix van emotie en ratio. Zo'n goede pleitbezorgster van Zwart Nederland. Dus we gaan het vanavond niet zo uitgebreid over Zwarte Piet hebben. Wel, Marcus dus wel. Maar ik vond dit een mooie dag om 5 december in te zetten voor Zwart Nederland. Om na te denken over Zwart Nederland. Eén ding in dat debat van Sylvana gisteren met de hulp Sinterklaas. Ze was zo duidelijk superieur en soeverein in haar argumenten, dat ze eigenlijk een van de punten die ze maakte daarmee illustreerde. Ze zei, er zijn mensen die gewoon omdat ze dat kunnen, omdat ze wit zijn en niet op grond van zinnige argumenten, weigeren mee te gaan in onze gerechtvaardigde bezwaren. De hulpzin zat erbij als Houten Klaas, het enige wat hij naar voren bracht was waarom Sylvana niet eens zelf probeerde als Roetpiet zich te verkleden. Waarom, dat bleef volstrekt onduidelijk, maar ik vond het een hele mooie, een heel mooi optreden van Sylvana. Nu zal ik eerst wat vertellen over de Afro-Europese encyclopedie, die langzamerhand aan het morfen is naar de Afro-Nederlandse encyclopedie. Dus ik ga 3 dingen behandelen. Achtergrond en redenen waarom zo'n encyclopedie belangrijk is. Welke lemma's hebben we op dit moment? Hoe ver zijn we daarmee? En 3, hoe nu verder? Oké, 1, achtergrond. Dus wij wonen hier en we gaan niet meer weg. Voor ons woonden hier ook al veel zwarte mensen. En we weten eigenlijk te weinig van veel van hun af. In 2011 was ik betrokken bij een Europese onderzoeksgroep die een coördinatiecentrum in Spanje had. Die onderzoeksgroep heette Afro-Europe en er waren mensen uit heel Europa bij betrokken. En we kwamen op het idee om een Afro-Europese encyclopedie te gaan maken met lemma's vanuit ieder Europees land. En met name gericht op het in kaart brengen van welke belangrijke schrijvers en kunstenaars. Zijn er zwarte schrijvers en kunstenaars? Zijn er in de verschillende Europese landen? Dus ik nam me op me om het Nederlandse deel te gaan coördineren. En ik riep een aantal mensen om mij heen bij elkaar. Dat waren Bruno Jones, Dienke Hondius, Sabrina Marchetti en Asfa Bijnaar. En wij vormden de redactie, de Nederlandse redactie. Maar we besloten al in de eerste bijeenkomst dat we ons niet wilden beperken tot schrijvers en kunstenaars. Maar dat we andere mensen er ook in wilden opnemen. Asfa vond bijvoorbeeld dat Blakka Lola, de eerste Surinaamse prostituee, op de Wallen erin moest. En zo staan er nog een aantal andere mensen in die je nooit zo snel aan zal treffen in formele encyclopedieën, maar waarvan wij vonden, we willen een beeld geven van welke zwarte mensen er in Nederland geleefd hebben en iets betekend hebben, ofwel voor hun gemeenschap of voor de Nederlandse samenleving. We maakten 5 rubrieken en ik zal bij iedere rubriek wat namen noemen van mensen die op onze groslijst stonden, hè, van wat we zouden willen. We hadden besloten dat we 30 entries wilden maken, in eerste instantie. Oké, dus wat waren die 5, waren en zijn die 5 rubrieken? 1, creatieve beroepen, daaronder vallen schrijvers, artiesten,
toneelspelers en regisseurs, muzici, schilders, architecten, stand-up comedians, fotografen, tv-presentatoren, journalisten. Nou, een hele rits namen kan je daarbij invullen. Tweede rubriek is academici, wetenschappers. We wisten bijvoorbeeld dat de Surinaamse arts Paul Flu voor en in de oorlog rector magnificus is geweest van de Universiteit Leiden. Dus die moest zeker in de encyclopedie komen. Hij maakte een lijst van andere huidige en overleden academici. Dus bijvoorbeeld Rudolf van Lier, Humphrey Lamure, maar ook de eerste zwarte vrouwelijke hoogleraar in de wiskunde aan de UvA. Dat is Beatrice Paalman de Miranda. Derde rubriek is herinnering, herdenking, monumenten. Daaronder valt herdenking of een beschrijving van het slavernijmonument, Kitty Kotti, Vereniging On Suriname, Maduro Dam, Anton de Kom. Vierde categorie, historische figuren. Bijvoorbeeld Johannes Kapitein, Kwasi van Timotibo, Sonny Boy, Waldemar Notz, naar wie die film gemaakt is, Jozef Sylvester. Dit is ook wel genoemd de tandpasta-neger, die in de omgeving van Hengelo op de markt tandpasta verkocht in de 30er en 40er jaren. Vijfde categorie, publieke politieke figuren. De communist Otto Huisvoud, een zekere Alice, de eerste staatssecretaris voor Defensie in Nederland, Ayaan Hirsi Ali, de familie Verrier. Dus ieder van ons benadert de schrijvers voor de verschillende lemma's. En het was zo ongeveer opgezet als je in de bouw projecten uitzet. Je hebt een aannemer. Wij waren dan met z'n vijven aannemer. En dan hadden wij dus onder aannemers die lemma's schreven. We hebben er heel hard en met enthousiasme aan gewerkt. Echter, door persoonlijke omstandigheden lukte het mij op een gegeven moment niet meer om eraan door te gaan. Het is wel zo dat die Afro-Europese encyclopedie online staat. En er staan zelfs twee Nederlandse lemma's in. Dat zijn namelijk Filomena en ik. Maar de Spaanse coördinator van de encyclopedie heeft het ook niet vol kunnen houden. Het was echt zwaar werk, hè, om dit te doen naast je gewone werk. Dus ik heb op het ogenblik geen contact met Marta Sofia, maar ik had zelf het gevoel, en Nancy drong daar ook op aan, dat, het, dat ik dat niet zomaar kon laten lopen. Dat we inmiddels, we hebben zoveel werk eraan verricht, dat we er iets mee moesten doen. En hopelijk in de volgende fase dat we uitbreiding kunnen gaan geven aan die lemma's. Dus nu die Spaanse website eigenlijk stil ligt en ik daar niet aan toe kan voegen op dit moment, besloten we dat het toch belangrijk was om een Nederlandse website te gaan maken. En eventueel als ik weer contact zou krijgen met Marta Sofia, kunnen we altijd dus de lemma's die er al zijn ook op die Europese site zetten, maar ik denk dat we nu moeten gaan richten op een Nederlandse site. Welke lemma's hebben we dus op dit moment? We hebben 22 lemma's en 2 inleidende stukken. De helft is in het Engels en de helft is in het Nederlands. En als we gaan denken aan die Nederlandse site, dan is dat dus heel erg fijn dat we dus al Nederlandse lemma's hebben. En misschien, en daar kom ik bij mijn derde puntje op terug, kan ik hier ook mensen die goed kunnen vertalen vanuit het Engels naar het Nederlands zover krijgen om mee te werken. Dus die stukken, die 22 stukken, 22 plus 2, zijn nog niet helemaal perfect. Ik ben ze nu aan het doorlopen, aan het corrigeren. Sommige zijn te lang, moeten ingekort worden. Maar wie we hebben, dat wil ik jullie toch even met jullie delen. Ik heb ze niet onder die 5 rubrieken geplaatst. Gewoon achter elkaar lees ik op wie en wat we hebben. Dus 24 dingen.
Boy Ecurie, George Maduro, Filomena Asset. Op zoek naar Afro-Nederlandse cultuur. Dat wordt mijn volgende onderwerpje hier straks. Herman Wekker, Ayan Hirsi Ali, Blakka Lola, Gloria Wekker, Yeti Mathurin, Anton de Kom, Felix de Roy, Elisabeth Samson, Stanley Brown, Waldemar Notz, Vereniging Ons Suriname, Ellen Ombre, Zwarte in Nederland, Johannes Elisa Kapitein, het Slavernijmonument en Nincé, Zwarte Piet, Jozef Sylvester, Otto Huiswoud en Postkoloniaal Nederland. Dus dat is wat wij hebben. Nou, dat is dus van de 30 waar we oorspronkelijk op ingezet hadden, dat we er 24 hebben, vind ik lang niet gek. Dus dat is echt iets om blij om te zijn. Hoe gaat het nu verder? Als je naar die encyclopedie kijkt, de entry, zie je dat het vooral Surinamers en Antillianen zijn. Ik vind het heel erg belangrijk dat in de volgende fase dat we gaan uitbreiden naar mensen met andere herkomsten. Ik vind bijvoorbeeld dat de vader van Nancy, Nicolaas Jouwe, leider van het Papua-verzet in Nederland, er absoluut in hoort. Maar ook Afrikaanse en andere Caribische en Latijns-Amerikaanse Nederlanders horen erin. Ik hoor bijvoorbeeld dat de leider van het Eritrese verzet in Nederland woont. Zo, dat is ook iets waar jullie allemaal ook over na kunnen gaan denken. Van wie zijn mensen die op de een of andere manier iets betekend hebben voor hun gemeenschap, maar natuurlijk ook voor de Nederlandse samenleving. Tweede punt, het is de bedoeling dat de website er mooi en aantrekkelijk uit komt te zien met illustraties, eventueel met geluidsfragmenten. Nou, daar ben ik helemaal niet van dat soort handigheden technologisch. Dus eerst geld gaan zoeken. Nancy en ik, ook voor vertalingen, ook om de site op te zetten en te beheren. Dus kortom, we gaan nu de eerste 24 entries proberen on the road te krijgen. En daarna pas gaan we weer denken aan nieuwe entries. Maar dus als je nu al zin hebt om dingen te doen en bijvoorbeeld handig bent met het opzetten van een website of goed kunt vertalen, meld je dan aan bij Nancy. Of mij, en of mij, er is genoeg te doen. Dus daar wou ik het voor nu bij laten. Goed, dan ga ik het hebben over Zwart Nederland, of Afro-Nederlandse cultuur. Kunnen we daar eigenlijk over spreken en wat bedoelen we daar dan mee? Dus ik ga hardop nadenken over Zwart Nederland. Ik heb daar geen echt onderzoek naar gedaan, maar ik woon hier in de Bijlmer en ik observeer wat ik om me heen zie. Dus ja, ook hier heb ik drie vragen. Over wie hebben we het eigenlijk als het over Zwart Nederland gaat? En over hoeveel mensen gaat dat dan bij benadering? Tweede punt wat ik wil onderzoeken is, welke scheidslijnen lopen er door Zwart Nederland? En dat is eigenlijk een marsanalyse die ik wil maken. En dat is mij niet vreemd, omdat ik dat in het verleden ook gedaan heb. Er was in 2008 een conferentie aan de Universiteit van Chicago. En dat ging over Zwart Europa. En dat is nogal kras. Dat zo'n eerste grote internationale conferentie niet in Europa plaatsvond, maar in Amerika. Dus dat zette me heel erg aan het denken van wat is hier nou aan de hand? Hoe zit het met de verhoudingen in die globale zwarte diaspora als het op macht aankomt? Dus daar ga ik straks iets over zeggen, die analyse. En hoe zit het dan in Nederland? Daar moeten we ook naar kijken. Ten derde ga ik het hebben over hoe zou ik onderzoek willen doen naar Zwart Nederland en welke culturele domeinen zouden interessant zijn om daar naar te kijken. En dan een kleine conclusie. Oké, over wie hebben we het? Als we over Zwart Nederland praten en over hoeveel mensen gaat het? Wat versta ik onder zwart? Ik
Ornette als Simone beschouwt zwart als een politieke term. Ik vind zelfdefinitie heel erg belangrijk, of mensen zichzelf als zwart willen definiëren. Mijn algemene zin zou ik ook willen zeggen dat het gaat om mensen die hun afstamming rekenen uit mensen uit Afrika beneden de Sahara. Maar ik wil er geen essentialistisch verhaal van maken, dus daarom wil ik ook mensen opnemen in zwart die zichzelf zwart noemen. En soms zijn er bijvoorbeeld Noord-Afrikanen, Marokkanen en Tunesiërs die zich als zwart benoemen. Dus ik onderscheid grofweg drie groepen die zwart Nederland vormen. A, postkoloniale. B, mensen die uit het verdere Caribisch gebied gekomen zijn en uit Latijns-Amerika. En drie, Afrikanen. Mensen die uit Afrika naar Nederland gemigreerd zijn. Nou, dan maak ik allerlei berekeningen. Bij postkoloniaal Nederland gaat het natuurlijk over Suriname. En de verschillende Antillen met hun verschillende statussen. Maar het is natuurlijk niet zo dat al die postkoloniale burgers hun afstamming van Afro-mensen rekenen. Nog dat ze daar noodzakelijkerwijs banden mee hebben, nog dat ze zichzelf zo definiëren. Dus als ik zou moeten schatten van de in totaal bijna 500.000 mensen die in Nederland wonen, dus uit de Antillen en Suriname, dan zou ik zeggen de helft daarvan zou ik willen rekenen, 250.000. Mensen die zichzelf als zwart beschouwen. Dan krijgen we groep B, degene die uit Afrika afkomstig zijn. Dan gaat het om bijvoorbeeld Somaliërs, Ghanese, Kaapverdianen, Nigerianen. Kleinere groepen komen uit Congo, Angola, Zimbabwe, Benin, Zuid-Afrika. Dus bij elkaar, ook weer heel grofweg genomen, ik gebruik cijfers van het CBS. Als je dus Noord-Afrikanen uitsluit, Marokkanen, Tunesiërs, Libiërs, Egyptenaren, dan komt het aantal Afrikanen op 100.000. Maar je kan dat dus uitbreiden als je wel Marokkanen en andere Noord-Afrikanen meeneemt. Dus nu zitten we al op zo'n 250.000, die twee categorieën. Dan krijg je degene uit het Caribisch gebied en uit Latijns-Amerika. Dus daaronder vallen de Afro-populaties die je hebt op Cuba, Dominicaanse Republiek, Trinidad, Colombianen, Brazilianen. Ook hier hebben we weer de moeilijkheid, welk percentage van die mensen zijn nu afstammelingen van Afrikanen en benoemen zich ook als zodanig. Geen data daarover, dus ook daar moet ik schattingen van maken. Maar als we zouden aannemen, ook hier weer, dat het om 100.000 mensen zou gaan, dan kom ik zo in de buurt van de 450.000 mensen, maar ik denk dat het een beetje een harmonisch aantal is, dat zou kunnen oplopen van 500.000 tot zeg 1 miljoen zwarte mensen. Dus dat is toch wel een behoorlijk aantal. Welke scheidslijnen lopen er nu door zwart Nederland heilig? Dus ik noemde eerder al dat ik op die conferentie in Chicago een analyse maakte van de machtsverhoudingen in de globale zwarte diaspora. En met name ging het mij erom
hoe zit het in de academische wereld? Hoe groot zijn de kansen om aan fondsen te komen om onderzoek te doen, bijvoorbeeld naar Zwart Europa? En ik concludeerde dat met name Afrikaanse Amerikanen de meeste kans zouden hebben om fondsen te vinden voor zulk onderzoek. Omdat voor zwarte Europeanen, ja, je zou kunnen zeggen, je kan aankloppen bij de EU. Misschien zou dat interessant zijn. In mijn ervaring hebben mijn aanvragen bij NWO nooit iets substantieels opgeleverd. Dus, weet je wel, de manier waarop er in Nederland met aanvragen omgegaan wordt die met ras te maken hebben, beland je meteen eigenlijk al op de onderkant van de stapel. Dus en dan wanneer je kijkt naar Afrikanen uit Afrika, ja, dat is helemaal betreurenswaardig welke mogelijkheden mensen daar hebben om onderzoek te doen. Ik denk dat het zo is, ik meen dit zeker te weten, dat hoewel zwarte Amerikanen in allerlei opzichten een achtergestelde groep zijn, zijn het wel Amerikanen. En door de strijd ook die ze geleverd hebben, ook academische strijd, kunnen zij gebruik maken van het feit dat de Verenigde Staten dé academische supermacht in de wereld is. Er zijn eenvoudigweg veel meer fondsen beschikbaar om onderzoek te doen. Het is ook niet voor niks dat ik in de Verenigde Staten gepromoveerd ben. Veel meer fondsen dan in Europa of in Afrika beschikbaar zijn. Maar toen ik dus deze analyse maakte, werd me dat helemaal niet in dank afgenomen door zwarte Amerikanen. Het was heel moeilijk voor hun om zich binnen het frame van de zwarte diaspora te zien als machtig. Absoluut oxymoron voor hun. Elkaar uitsluitend. Hè? Zij kunnen zich niet zien als machtig, als privileges hebbend, die andere zwarten in de diaspora dus niet hebben. Wat speelt er nu in Nederland als we een machtsanalyse maken van de drie groepen die ik eerder noemde? Dus postkolonialen, Afrikanen, dus Afrikaanse Nederlanders moet ik zeggen, en mensen uit de rest van het Caribisch gebied, Latijns-Amerika. Er zijn scheidslijnen op grond van geschiedenis. Belangrijk is, heeft het land van herkomst een kolonisator gehad of niet? Is het een koloniale natie geweest? Dat heeft allerlei psychische gevolgen. Maar een belangrijk punt is ook het tijdstip van aankomst. Daar ga ik straks nog meer iets over zeggen. Er zijn ook verschillen, ten tweede, van taal. Gert Oostindie heeft het in zijn postkoloniaal Nederland over de postkoloniale bonus. Namelijk dat mensen uit Suriname en de Antillen van huis uit met Nederlands als taal grootgebracht zijn. En dat heeft inderdaad voordelen. Bijvoorbeeld in de media zie je de weinige zwarten die je ziet, zijn Surinaams of Antilliaans. Ook overwegend, niet dat er nou zoveel mensen, zwarte mensen in de academie zijn. Kunnen we waarschijnlijk op de handen van, op één hand tellen. Maar dat zijn dan ook veelal Surinamers Antillianen. Laatst was er een vergadering op het ministerie van Sociale Zaken. En dat ging over de Decade for People of African Descent. En ik vond het tekenend dat daar 15 Suri's en Antillianen zaten en één Afrikaan. En ik was erg aangedaan dat die Afrikaan zei dat hij zich goed vertegenwoordigd voelde door de Suri's. Dus terwijl ik dacht, er moeten hier toch veel meer Afrikanen aan tafel komen zitten, vond hij dat niet. Dus je hebt verschillende talen in die zwarte gemeenschap, als we daar van al kunnen spreken. Je hebt Spaanstaligen, Frans of Creole-taligen, sprekers van Afrikaanse talen.
En je ziet daar, zoals ik zei, toch een hiërarchie in op grond van de postkoloniale bonus. Ten derde zijn er verschillende rechten voor verschillende mensen uit die groepen op grond van het feit of ze al dan niet als ze altijd niet een traditionele band met Nederland hebben of gehad hebben. Hoewel dat zeker niet geldt voor de laatst aangekomenen uit Suriname en de Antillen, hebben toch veel Surinamers de Nederlandse nationaliteit kunnen verwerven, hebben recht op uitkeringen. En dat geldt allemaal in mindere mate voor leden van die andere groepen. Ik denk, hoe eerder je hier gekomen bent, des te groter de kans op Nederlandse nationaliteit en reguliere rechten. Dan heb je werksituaties die heel erg verschillen. Dus wat ik zie is dat veel Surinaamse Antilliaanse vrouwen werken in de zorg, verzorgingshuizen. Je hebt een aantal ZZP'ers in de zorg, in de thuiszorg. Het is geen vetpot. Veel Surinaamse Antilliaanse mannen werken op Schiphol. Ik zie 's morgens heel vroeg, soms al om 5 uur, busjes vertrekken van mensen die in de schoonmaak werken. En dat geldt ook heel veel voor Afrikaanse mannen en vrouwen. Om mogelijke uren, ze werken ook in de bloemen- en de vleesindustrie. Enkele ondernemende Ghanese vrouwen hebben kinderopvangbedrijfjes gestart. Snorders zijn is ook een beroep dat door Afrikaanse en Surinaamse mannen gedeeld wordt. Maar er is sprake van veel onderlinge onmin. Ik merk bij Ghanese snorders met wie ik in gesprek ben dat ze heel veel behoefte hebben aan informatie over het onderwijssysteem voor hun kinderen. Wat ze met hun kinderen zullen doen, en beurzen en dit en dat. Ik merk dat veel minder bij Surinamers. Kortom, er zijn heel veel en grote verschillen tussen die drie bevolkingsgroepen. En ik vind echt dat bij de laatste twee groepen er sprake is van precariaat. Mensen die echt grote moeite hebben om het hoofd boven water te houden en ook nog in staat te zijn geld te sturen naar hun mensen thuis. Je moet maar even nog geven. er zijn een aantal middelpuntvliedende en middelpuntzoekende factoren in die gemeenschap. En een belangrijk middelpuntzoekende kracht zijn de vele kerken in dit stadsdeel die mensen samenbrengen. Soms op nationale basis, soms op regionale basis. En dat geldt heel erg voor de Ghanese kerken, maar ook voor kerken als de Pinkstergemeente en Victory Outreach Church. Mijn laatste punt is, hoe zou ik onderzoek willen doen naar Zwart Nederland en naar welke domeinen zou ik willen kijken? 1, ik zou naar gemengde huwelijken willen kijken. En dan niet alleen gemengd huwelijk in de zin van witte Nederlander met Ghanese of andere Afro-persoon, maar huwelijken tussen ook Dominicaan, Colombiaan, Surinamer, Ghanese. Daar is volgens mij nog nooit onderzoek naar gedaan. Oké, dan. Het tweede waar ik onderzoek naar zou willen doen, zijn die winkeltjes, Nigeriaanse en Ghanese video- en dvd-winkeltjes, die ook cateren aan Surinamers en andere Afro-klanten. Dat is heel spannend ook om naar die onderwerpen te kijken waar die video's en dvd's over gaan. Dus hier lijkt wel een soort gedeeld cultureel gebeuren te ontstaan. En ten laatste zou ik onderzoek willen doen naar de kerken. Dus ik moet concluderen dat ik nog niet veel van Zwart Nederland of Zwart Nederlandse cultuur zie. En ik zou sterk willen aandringen op dat onderzoek. Blijf je nog heel even staan, want we hebben nog wel tijd voor 1 vraag. En zo meteen dan doen we wel een panel met de 4 sprekers van voor de pauze. Maar zijn er nu al vragen? Oh. Glashelder. Dank u, professor.
En dan, nu krijgen wij Charles Landvreugd, die komt praten over zijn PhD. Zoektocht naar zwart in Nederland. Geef hem een applaus. Goedemiddag iedereen. Ik wil allereerst Gloria bedanken voor haar toespraak. Dankjewel. Ik wil ook zeggen dat ik zeer blij ben dat ik vandaag hier mag spreken in wat ik zelf beschouw als het centrum van Zwart Nederland, Zuidoost, en dan in het prachtige instituut wat het Belmer Park Theater is. Dankjewel. Ik wil ook de organisatie bedanken, dus bij deze, dat ik hier op deze dag deze mag staan. Daarnaast wil ik ook graag bedanken alle mensen die stil achter de schermen en alle mensen die luid op, zoals Mitchell Esaias die hier is, Quincy, Sylvana die luid op het werk doen. Die mensen wil ik graag bedanken en voor hun graag een applaus alsjeblieft. Dank dat jullie staan. Zijn er nog vragen uit de zaal? We hebben tijd voor één vraag. Ik ook denk dat het helder was. Kraakhelder. Ja, helemaal goed. Was het helder? Ja. Nou, zo meteen nog in de panel, want er zit een hele mooie connectie ook met wat professor Wekker net al zei. Ik was voor het eerst zenuwachtig. Oh, voor het eerst. Geweldig. Het is een veilige ruimte, safe space. Om maar een Engelse term te gebruiken. Waarmee je eindigde, Charles, was ook wel een hele mooie. Een soort van bruggetje ook naar Marcus. Want Marcus Balkenhol is dokter. Je hebt een hele studie gedaan naar de beleving. Dokter. Je hebt een studie gedaan naar de beleving van de slavernij onder Afro-Surinamers, toch? Heel mooie studie over gedaan. En heeft ook heel veel geschreven nu. Over Zwarte Piet. En Zwarte Piet en erfgoed en emoties. En daar gaat hij nu over vertellen. A round of applause, Marcus Balkenhol. Ja, dankjewel Quincy. En dankjewel aan de organisatie om voor het mij uitnodigen hier. Ik ben blij dat ik hier mag staan. En ik sta heel erg in het licht. Ik vind dit niet zomaar iets. Ik voel me echt vereerd. En ik vind het fijn om onderdeel te mogen zijn van deze discussie. En van het nadenken over wat het betekent om zwart te zijn in Nederland. En ik denk inderdaad dat het... dat dit heel goed aansluit, of ik hoop dat wat ik ga vertellen aansluit op wat Charles net vertelde. Ik ga het ook al hebben over emoties. En ik ga het hebben over zwart gemaakt zijn. Gloria zei in het begin dat we het niet alleen over Zwarte Piet gaan hebben. En ik meende enige opluchting te bespeuren. En ik denk dat ook belangrijk is om te noemen. Zwart gemaakt worden is natuurlijk niet het enige of misschien niet eens het belangrijkste of de belangrijkste dimensie van zwart zijn in Nederland. Maar wel één die niet vergeten mag worden en met name in een land als Nederland waar racisme eigenlijk niet erkend wordt tot op heden. Dus over die moeilijke bespreekbaarheid wil ik het hebben. En ik begin met een clip over een bepaald evenement. En ik denk eigenlijk dat niet heel veel uitleg behoeft. Want iedereen heeft dat hier meegemaakt. Maar misschien kent niet iedereen deze clip. En in plaats van die beelden die ik zelf als zeer gewelddadig ervaar te herhalen. En daarmee misschien ook een deel van die geweld te herhalen. Laat ik degene waar het om gaat, namelijk Tilika Shepo, zelf haar verhaal doen. En het gaat dus over het incident op het Malieveld. Ik denk waarschijnlijk iedereen bekend, maar ik laat het. Ik verfris nog even het geheugen. Dus dit is over een korte documentaire over Tilika Shepo, die gemaakt is naar aanleiding van het incident op het Malieveld. En het documentaire gaat over veel meer dan dat incident alleen. Je ziet, ik ben al bijna 2/3 van die documentaire. Daar gaat het veel meer over
Caicedo's strijd. En het is jammer dat we, dat we daar niet over kunnen hebben. Het is misschien wel nog iets voor toekomstig onderzoek of toekomstig gesprek over hoe verschillende koloniale geschiedenissen hier ook bij elkaar komen. Maar vandaag wil ik het even focussen op dat incident op het Malieveld en volgens Zwarte Piet. Ik pak iedere mogelijkheid die er is om actie te voeren, aandacht te vragen voor West-Papoea, dan doe ik het. Dus zo ging ik op 26 oktober naar de pro-Zwarte Pieter demonstratie op het Malieveld, omdat ik las dat de VN zich daarmee ging bemoeien. En om die demonstratie te steunen en om mijn eigen strijd te steunen, denk ik, daar ga ik naartoe. Ik kwam aan op het Malieveld. In de verte hoorde ik al de gezellige demonstratie. Veel Sinterklaasliedjes, muziek. Rolde mijn vlag uit en huppelde eigenlijk naar die demonstratie toe. Maar halverwege werd ik ingesloten door een groep mensen die op me afkwamen. En van alles naar me toe riepen. En er waren twee blonde vrouwen bij die zwart gesminkt waren en heel intimiderend, agressief tegen mij roepen van Bever Zwarte Piet, Bever Zwarte Piet. Zwarte Piet is zwart en niet zwart. Ik werd steeds meer ingesloten, want de groep wordt steeds groter om me heen. Ze kwamen heel dicht bij me staan. Ik heb echt agressie en haat heel van dichtbij gezien in die ogen van die mensen. Echt heel boos en heel intimiderend. Die man met die grijze jas, met die pet op, hij was de eerste die tegen mij riep, je moet oprotten naar je eigen land. Die man, die bleef me achtervolgen. Die bleef maar aan mijn vlag trekken en die bleef me lastigvallen. Tot op het moment dat hij tegen mij zei van, ik ga jouw vlag in de fik steken. Toen had ik zoiets van, en nu moet ik oppassen, nu wordt het ernstig. Als de mensen van de media en de pers er niet bij waren geweest om mij te beschermen, dan lag ik nu nog op intensive care of ik was op dat moment doodgetrapt. Ik zou hopen na deze actie dat de Nederlandse politici hun ogen openen en kijken naar de mensenrechten van de Papoea's anno nu. Om daadwerkelijk recht te doen voor het Papoea-volk. Onrecht recht zetten. Oké, ik denk dit doet ook de vraag opkomen. Wat betekent zwart te zijn in verschillende misschien manieren van zwart zijn in Nederland. Maar goed, ik wil eigenlijk vandaag het over iets anders hebben. En dat is niet alleen het zwart gemaakt worden, maar ook de productie van en de reproductie van witheid. En dat doe ik door te kijken naar erfgoed en emoties. Dus de vraag die ik me stel af, wat ik me afvroeg, waren eigenlijk twee vragen. Dus ten eerste, waarom is die discussie nu zo heftig? En te weten dat kritiek aan Zwarte Piet al heel oud is, zeker sinds de jaren 1930. Daar gebeurde al, het waren al artikelen in de Groene Amsterdammer en na de Tweede Wereldoorlog Amerikaanse soldaten die in Nederland gestationeerd waren enzovoort. Dus die discussie is al heel oud. Maar waarom nu zo heftig? En waarom is het nu op zo'n heftige manier geracialiseerd? Dus de eerste vraag, waarom is het zo emotioneel nu? En eigenlijk is het niet heel erg verbazingwekkend dat er emoties bij komen kijken. Trouwens, het is een beetje schools, mijn PowerPoint hier, maar er komt een hoop theorie. En ik hoop dat het wat beter overkomt als het ook leesbaar is. Dus emoties zijn altijd een belangrijk onderdeel van groepsvorming. Dat weten we eigenlijk minstens sinds de socioloog Emilie Durkheim.
Emoties richten zich vaak op een bepaald object. Durkheim heeft het over een totem dat de groep representeert. In het verlengde daarvan zegt Sarah Ahmed: "The role of emotions, in particular of hate and love, is crucial to the delineation of the bodies of individual subjects and the body of the nation. The presence of others is imagined as a threat to the object of love. The implication here is that the white subject's good feelings, love, care, and loyalty are being taken away by the abuse of such feelings by others." En volgens mij is dit heel herkenbaar in, de Nederlandse context. De Nederlandse tolerantie wordt misbruikt. En onze dierbare tradities worden ons afgepakt. En met name Zwarte Piet. Hè. Dus eigenlijk wat Ahmed hier zegt is dat, dat haat op anderen komt vanuit een gevoel van kwetsbaarheid en vanuit een gevoel van liefde, althans zo wordt het gesteld, naar het eigene. Dus dit is in principe niet heel verbazingwekkend. Maar waarom is het nu zo heftig? En wat ik wil stellen is dat het gezien moet worden in een context van een zoektocht naar het eigene en een soort anxiety, een soort onzekerheid over wat het betekent Nederlanders zijn, over een onzekerheid over Nederlandse identiteit. En ik bedoel, dat is al een tijdje gaande en het heeft ook geleid tot uitbarstingen zoals toen de toenmalige prinses Maxima zei dat de Nederlandse identiteit niet bestaat. Nou, een grote ophef daarover, hoe kan ze zoiets zeggen? Ik denk dat dat uit een soortgelijke onzekerheid komt. Nou, dit vindt dus vanuit zo'n onzekerheid is ook een zoektocht ontstaan naar het eigene, dus naar Nederlandse cultuur. En steeds meer is het accent daarin gekomen te liggen op het begrip van cultuur. Dus, dat is ook wel een proces van de culturalisering van het burgerschap genoemd. Bijvoorbeeld door Jan Willem Duivendak en anderen. En zij begrijpen daaronder the process by which culture, emotions, feelings, cultural norms and values and cultural symbols and traditions, including religion, has come to play a central role in the debate on social integration. Dus hier wordt eigenlijk een cultuur centraal gesteld in debatten over toebehorigheid in Nederland. En Jan Willem Duivendak noemt dat ook een politics of home. Dus, en dat is denk ik ook heel erg gaande in de kwestie van Zwarte Piet. Het is iets wat in het intieme gebeurt, in de woonkamers. Het heeft met kinderen te maken, dus met opvoeding, met iets heel intiems. Maar dat wordt heel erg gepolitiseerd als en overgedragen als ware de natie. Hè. Dus wat ons thuis raakt, dat raakt de natie als in zijn geheel als het ware. Nou, de aanname hier is dus dat er een verschuiving heeft plaatsgevonden zowel in de publieke debatten als ook in veel onderzoek hiernaar, dat een verschuiving heeft plaatsgevonden van noties van volk en natie en ook dus geracialiseerde noties van volk en natie naar cultuur. En vaak wordt er gesteld dat dit betekent dat we eigenlijk ons wegbeweegd hebben van geracialiseerde noties, hè? Van het eigene. Maar ik zou zeggen, ik ben natuurlijk niet de enige, dus ik sluit me aan bij de stelling dat hier wel degelijk ook dat de proces van culturalisering en van racialisering samenvloeien. Nou, Zwarte Piet wordt door de voorstanders als iets gezien wat bedreigd is en wat beschermd moet worden. En ik zou dit, ik en anderen noemen dat een vorm van cultureel protectionisme. Wat hier, dus Zwarte Piet moet behouden worden voordat hij verdwijnt, voordat het te laat is. Maar wat hier gebeurt is dus dat een notie van bescherming, zoals het de UNESCO handhaaft, dus de bescherming van cultureel erfgoed voor het verdwijnen,
cultureel erfgoed moet beschermd worden voor het soort aftalen in de vergetelheid. Dat is de missie van UNESCO voor het welzijn van de mensheid als geheel. Dat wordt geherinterpreteerd als in de zin van protection. Dus het moet beschermd worden tegen iemand anders. Dus niet alleen voor het verlies, maar heel duidelijk tegen iemand anders. En die andere is heel sterk en heel expliciet geracialiseerd. Dus wat ik wil... wat mijn argument hier is, is dat processen van culturalisering en van erfgoedvorming alles te maken hebben met processen van racialisering in tegelijkertijd. Wat er gebeurt is dat eigenlijk ras als sociale categorie verdwijnt naar de achtergrond. En dat is een bekend fenomeen. Bijvoorbeeld Etienne Balibar heeft daarover in het begin jaren 90 geschreven. En hij noemt dat een vorm van racisme zonder ras. Dus we hebben het niet meer over biologisch verschil, maar we hebben het over cultureel verschil. En dus hij zegt, the new racism is a racism without whose dominant theme is not biological heredity, but the insurmountability of cultural differences. Dus wat er gebeurd is dat eigenlijk het nieuwe racisme volgens Balibar een progressieve positie heeft omarmd die in de nasleep van de Tweede Wereldoorlog ontstaan is. En waarin gesteld wordt dat ras geen wetenschappelijke basis heeft. Dus er is niet voldoende biologisch verschil tussen mensen om ras differentiërend kenmerk vol te houden. Er werd besloten dat we beter het kunnen hebben over etniciteit in plaats van raciale verschillen. Dus vanuit een soort, mensen waren geschokt door de Holocaust en door de door de genocide van de Holocaust en wat gebaseerd was op raciale theorieën en zeiden we moeten weggaan van het idee van ras. En bijvoorbeeld antropologen als Claude Lévi-Strauss hebben dat onderschreven. Vanuit een heel progressief idee van we willen gewoon raciale discriminatie voorkomen. Maar wat is er gebeurd? Claude Lévi-Strauss, argues Balibar, finds himself enrolled, whether he likes it or not, in the service of the idea that the mixing of cultures and the suppression of cultural distances would correspond to the intellectual death of humanity and would perhaps even endanger the control mechanisms that ensure its biological survival. Dus cultuur wordt even goed als ras een geëssentialiseerd idee van menselijk verschil. Dit sluit heel goed aan bij theorieën van het postracialisme. Dus het idee dat we eigenlijk voorbij ras zijn. En het wordt in Nederland heel duidelijk, ik bedoel het net nog verwoord door iemand als Hans Siebert, ik weet nu niet of jullie dit hebben gevolgd, maar hij zegt dat, dat in Nederland racisme eigenlijk de Holocaust betekent en verder niks. En als iemand in Nederland van het racisme beschuldigd wordt, dan betekent dat dat degene de Holocaust ontkent. Dus het is, en dit is een vorm van postracialisme waarbij gedacht wordt dat racisme in Nederland geen rol meer speelt. Dus volgens David Theo Goldberg in een net verschenen boek, Are We Post-Racial Yet? Zegt dat post-raciality amounts to the claim that we are or are close to or ought to be living outside of debilitating racial difference. Maar het is niet alleen een aspiratie, dus het is niet alleen een ideaal, maar het is ook normatief. Dus het is ook, het is niet alleen
we zouden zonder ras moeten kunnen, maar het is de claim, we zijn er al. We hebben ras niet meer nodig en het speelt geen rol meer. Dus het is een heel erg normatief idee waardoor ras en dus ook racisme eigenlijk niet meer mag bestaan. Als gevolg, zegt Goldberg, wordt racisme ondergedolven, het wordt begraven, het wordt niet meer zichtbaar, het wordt unmarked, unrecognized. En dat betekent in de Nederlandse context dat het niet als probleem erkend wordt. Dus het is niet, ik bedoel, dat is wel duidelijk denk ik in het incident op het Malieveld, maar ook in, zeker in alle reacties op kritiek aan Zwarte Piet, dat hier helemaal niet iets unmarked en unrecognized is. Maar de vraag is natuurlijk, hoe kan het dat er dit soort, ik zeg maar, old school racistische uitingen worden gedaan, zonder dat dat als racisme erkend wordt en gezien wordt? Nou ja, dat wordt dan, wordt dan als incidenten afgedaan of wordt gezegd, wij waren al post-raciaal, maar jullie, de critici, zijn begonnen met er een rassenkwestie van te maken. Dus dit is alles in het kader van, dit is zeg maar het idee dat Nederland post-raciaal is, ligt ten grondslag aan de moeilijkheid om te praten over racisme in Nederland. Dus om af te sluiten, ik had het over emoties thuis en natie. Ik vroeg me af waarom spelen emoties hier zo'n grote rol? En ik heb gezegd dat het eigenlijk altijd het geval is dat groepsgrenzen ook een soort emotional labor zijn in a different sense. Maar dat het nu zo heftig is omdat het onderdeel is van een proces van culturalisering van het burgerschap en van een soort zoektocht naar het eigene en een onzekerheid over wat het betekent Nederland te zijn. En waarom is het zo geracialiseerd? Ik denk dat dat een backlash is van het gevoel aangevallen te worden op een progressief standpunt. He, dus in Nederland wordt gedacht, we zijn al progressief. En we laten ons niet aanspreken op racisme, omdat we dat al lang voorbij zijn. Dus er wordt een soort kernwaarde bedreigd. Dus niet alleen een traditie, een heel specifieke, maar een kernwaarde waarvan mensen denken dat dat Nederland uitmaakt voor een deel. Dat maakt dus ook dat thuis geassocieerd wordt met witheid. Dus het is, thuis is het geen neutraal begrip, het is een politiek begrip. Het wordt geassocieerd met witheid en dat in een heel brede context. Dus het geldt voor processen van erfgoedvorming in het algemeen. En ik bedoel eerlijk gezegd, ik zeg dit hier en ik denk van nou eigenlijk, it's a point too obvious to make, maar in de erfgoedstudies is dit wel echt nog niet echt helemaal doorgedrongen. Dus ik denk dat het wel heel belangrijk is om dit punt te maken. Dus als we het zo breed beschouwen, dus als het idee van thuis, het idee van de natie, het samenhangt met een idee van witheid, dan kan het wel goed zijn dat Zwarte Piet eigenlijk het minste van onze problemen is. Dat het gevaar bestaat dat als dat, ik bedoel, Zwarte Piet gaat verdwijnen, dat is gewoon een kwestie van tijd. En ik denk korte tijd. Maar de kwestie is dan, als dit bereikt is, hoe gaan we racisme verder bespreekbaar houden? Hoe gaan we dit verder aankaarten als we deze winst hebben geboekt? En je kan het nu bijvoorbeeld afvragen, er is heel veel discussie over de joods-christelijke wortels van Nederland, maar als mensen, en ik bedoel niet alleen Geert Wilders, als men het heeft over de joods-christelijke wortels van Nederland, dan hebben we het bijvoorbeeld niet over de Ghanese Pinksterkerken, ook een christelijke traditie. We hebben het ook niet over de Herrnhuters en de EBG. En we hebben het ook niet over Winti. Dus wat zijn de joods-christelijke wortels van Nederland en hoe worden die ook geracialiseerd? Dat soort vragen, ik denk dat we daarover
nog veel moeten nadenken. Zeker hoe we dit aankaarten. Laat maar even staan. Marcus, blijf nog even staan. Hebben mensen vragen voor Marcus? Ook hier. Oh, oké. Okay. Daar is één vraag. Ik kom naar u toe. Ik had een vraag over het cultureel racisme versus dus het klassieke racisme. Is niet cultureel racisme een beetje een contradictio in terminis? Want cultuur is nou juist iets wat is aangeleerd. Ras is iets wat dan zogenaamd biologisch bepaald is en onveranderlijk. Dus niet dat het niet kwalijk is om culturen neer te zetten als minderwaardig, andere culturen. Maar waarom zou je dat racisme noemen en niet eerder discriminatie? Ja, dankjewel. Voor de duidelijkheid, ik zou zeggen dat zowel cultuur als ook ras allebei sociale constructies zijn. Maar dat neemt niet weg dat het ook essentialiserende categorieën zijn. Hè. Dus en het kan zijn dat cultuur als net zo'n essentieel kenmerk beschouwd wordt als ras en uiteindelijk dus bij een bepaalde cultuur ook een bepaald lichaam hoort. He, dat zie je dus bijvoorbeeld in dat incident op het Malieveld heel goed. Degene die de voorstanders van Zwarte Piet en degene die Zwarte Piet als onze traditie beschouwen, die hebben dus een bepaald idee van de lichamen die deze traditie de eigenaren zijn van die traditie. Dus je ziet hoe hier gewoon cultuur en proces van racialisering eigenlijk twee de keerzijde van dezelfde medaille zijn. Nee, zo zeg ik dat niet in het Nederlands. De two sides of the same coin. Ja. Dus dat is eigenlijk wat ik denk het is belangrijk om te benadrukken dat er niet één ding op het andere gereduceerd wordt, maar dit is ook een soort intersectie. Ja. Zo zou ik het eerder willen beschouwen. Ja. Oké, okay. Nou, zometeen komt Marcus terug samen met professor Wekker en Charles. En samen ook met de volgende spreker. Nog een applaus voor Marcus. En de volgende spreker is Wayne Modest, de directeur voor de Center for Material Cultures van het Museum voor Wereldculturen. Ja, sorry, dat is mijn eigen ding. Het is een aparte naam, ja. Maar goed, we weten hoe het komt. Zijn talk is in het Engels. Wat ik ook mooi vind, is wanneer mensen dus Engelse termen gebruiken of Amerikaanse termen gebruiken. En dan zeggen we van ja, we hebben geen... Weet je waarom spreekt niemand Nederlands? En dan zeg ik, maar wacht even, op de Bovenwindse eilanden spreken we ook Engels. Engels is gewoon een van de koninkrijkstalen. Dus even ophouden met die... En pratende over die internationale context, komt Wayne praten over global blackness, specificity en solidarity. Ja, applaus voor Wayne. And despite the fact that English is spoken in Stacia, I stand here before you always being nervous to speak in English before a Dutch crowd. So forgive me if I'm going to try and speak slowly. Sometimes when I get nervous, I speak too quickly. There is actually very little that I can say after three excellent talks, especially because all of the three speakers just now spoke about global blackness. And what I think of as global blackness. What I want to do, however, is to perhaps trace... Marcus, you can leave it. No. Oh, okay. What I want to do is perhaps to start out by sharing a few experiences as an outsider, as a somebody who everybody asks, where come you from that? Mm-hmm. As somebody who is an outsider to the Netherlands. Just a few experiences with the question of blackness and how blackness is understood as I see it here. But also to tie with a few of the speakers, to a few points, and to end by suggesting that the
that we need what Professor Vekka spoke about. Oh, I have my baby thing, sorry. We need, as academics, as activists, as... thank you. To engage in a critical thinking about this specificity of blackness as it is experienced in the Netherlands, in articulation and in friction with how it is understood globally. So there is always that thing about a kind of universal, a kind of understanding of who blackness is in friction with what happens on the ground. My first example. I came here only 5 years ago. So I speak, and I speak very good Dutch. But you have to give me beer and whiskey first. And when I came, I studied here a long time ago. And I must admit, when I studied here in the jaren 90, the Netherlands seemed different to me. I had not seen a lot of the anxieties about what I think is lack and loss, that we are losing something as a society, and that the people who are immigrants lack something that we have and they are trying to. So we're losing something to people who are trying to take it away, something that we have. So I didn't see that so much in the late 90s. And then I came back in 2010, but just before that, I was in Utrecht for an Egyptian concert, which was it was a terrible concert because he was just flirting with all of the women. But just before I went into the concert, we were in the tram in Utrecht. And as I walked in, an older gentleman, in jaren 60 of so, he started a little liedje. Zwarte Piet, Zwarte Piet, Zwarte Piet, Zwarte Piet. And he wouldn't stop. So my wife asked him, are you rude or just stupid? And he was drunk. But that led to a starting to think about how do we think about that idea of blackness and Zwarte Piet sonder the black body? And was my body an instantiation for him of what Zwarte Piet could mean? So even if we want to detach them, what was my body doing to him? To beckon him to sing that song. My second example was a wonderful conversation I had over probably 2.5 years ago with a gentleman by the sea. He was in his 70s, and I had grown up to know that everybody in the Netherlands spoke good, great English. But this gentleman said to me, I don't speak any English. And I said, pot for Dory, what am I going to do? Because he wants to talk. So we had a conversation for 15 minutes in him speaking very good Dutch, I'm sure, and me speaking some kind of Dutch construction of something with some words. And at the end of the 15 minutes, he looked at me and he said, "Waar kom je vandaan?" And I look at him in my usual critical way and I say, "Why do you ask?" And he said, "Because of how you look." And I looked at him and I say, "I would imagine that you would think because of how I don't speak Dutch." He said, "No, where I come from, nobody looks like you." That also started me to think about what does it mean to be a particular kind of black person in the Netherlands? And how do we constitute an understanding of what it means to be Dutch? In a lot of the conversations, and some of the others would have alluded to this, in a lot of the conversation around Dutchness recently, one of the things that has become evident to me is that Dutchness is constituted as whiteness. And anything else is constituted as a migrant into whiteness. So one of my interests in the near future is to try and move beyond migration studies as a way of understanding what it means to constitute a samenleving in the Netherlands. Because once we use migration studies as the framework, people are always going to be migrants. And I want to know what it means not to think of somebody as a migrant who came, but somebody who's been here, who is here, and who will always be here. So that's one of my points. How can we move beyond that, always framing as migrants? Now I use the term post-migrants because I'm interested in that post, not post-racial, but post-migrants. So that's one of my points. Recently, I had a baby and he's sitting right there and he was talking all through the talks. And then you started to realize that it is in that moment when you start, Marcos had the word wortel. Wortel? When you start digging roots, that you start thinking about what it means to live in a place. And recently, we were looking for creche, kinderopvang. And we went to 3 kinderopvang to look. One was on a very, very elite street, and therefore the lady looked at us with much eliteness and asked us, where do you work?
And we thought, oh, we are here to interview you, not the other way around. The other one we found a little bit rommelig. And the last one was interesting for two reasons. The person who is in charge of it had worked in Rotterdam before, and she had a nice punch to her, and we liked that. You know, she had worked with diversity a lot before. But there was two distinct differences between the two, the elite one and this other one. My wife is sitting here, and we walked into both places, and we asked a set of questions. And she asked the question around Zwarte Piet. Not me, I didn't ask the question, she asked it. And we are differently, if you want to say racialized, if you look at my wife. And the lady in the elite school turned away from her and turned to me, to explain to me why Zwarte Piet is still important or still a part of our society and it is changing or whatever. So the question then is, what does my body do in terms of inaugurating a certain set of conversation? The second school, which was quite interesting actually, said, we don't do that here anymore, basically. It is changing in the Netherlands, and this is a part of our change. And just recently, fortunately or unfortunately, sorry, this thing is going on. Quincy, I didn't listen to you. Fortunately or unfortunately, we walked into the creche and there was an image of Zwarte Piet, the same one that we said that he didn't do. An image on the wall. And immediately, with our concern, we sent an email. And immediately they responded and apologized and said that this doesn't happen. And immediately it was taken down. So that was instructive for me and good from the school. But ever since I've been here, I've been wondering about what does it mean to be black? And that comes out of a specific reason for asking this question. I've lived in Kingston. I grew up in Jamaica. I then moved to New York. I then moved to London. And I moved to Amsterdam. And so I've lived, luckily enough, in some of the big cities of the world, the most multicultural cities of the world, one could say. But one of the things that I've always been troubled about is how do we practice diaspora differently in different locations? What does it mean to be similarly but differently black in different locations? And how can we pull from the solidarity movements of blackness? So whether or not it is the Marcus Garvey movement and Pan-Africanism, whether or not it is Rastafari in that movement, or one could describe negritude. So these movements that have been international, global, in their reach, how can we pull from those movements while still locate blackness in a particular kind of specificity? And I asked that question primarily because, and I'm going to say something here now which might be a little bit controversial, but it's something I've been thinking about, that I do not want to be or have been colonized twice. First, through a kind of, and my colonial condition is British, so the British colonial, and then by a kind of the hegemony of an American blackness that seemed to posit a particular way of being black that one cannot sometimes unhinge oneself of. Articulate with what Cheryl said, where one has to feel a certain kind of guilt because one cannot be that. And that only is, it's a question that I don't know has an answer. It's a question I'm still interested in trying to tease out. And people might disagree with me, but it articulates closely with also what Professor Becker has said. Because one of the things that interests me is to understand the specificity of the system, what some people, for example, within the US context might call that prison industrial complex, where violence is achieved on particular bodies in certain ways, and where that traces a particular genealogy with not just the civil rights movement, but with lynchings and those things. And to understand the difference between that and what happens here, I think that becomes central to trying to understand what it means to be black in Europe, in the Netherlands, now, today. And I think that kind of specificity, I want to suggest one thing, one project that I'm interested in doing, which is an attempt at thinking about that. One of the things, Dinta is somewhere in the back, I saw.
Hi, Dinka. We had a course recently at the summer school with the FU and with my institute, just to try and think around thinking Europe differently or decolonizing Europe, we called it, which was an attempt to think of black radical intellectual traditions and where do they emerge from and how in these black radical traditions people have preferred, offered an anti-colonial possibility for thinking Europe. So we were interested in that as a possibility. Lovely course, very, very nerve-wracking when the students started to critique you, especially as I work in a museum that where the colonial is so is not running away, and it shouldn't, but it cannot, so we claim that. But I started, that started out of me first encountering We Slaves of Suriname some time ago, and asked, if I've been studying cultural studies for so long, and I have been so embedded in a Fanonian understanding of how we think cultural studies, how we think blackness, and also the French thinkers, so Fanon, Glissant, Césaire, all of those. But I've also been embedded in a Stuart Hall, and that's because I'm Jamaican, so a Stuart Hall understanding of it as well. And with Stuart Hall comes a particular way of thinking blackness, but also there is, outside of Stuart Hall, Sylvia Winter, Derek Walcott. And if we even were to go to the Spanish, we might find Carpentier. Then I started to ask myself the question, which was one of the questions we proposed in this workshop, in this summer school. If all of those intellectuals could constitute a Caribbean intellectual tradition, what we call, that has been called, and if we were to extend it to include Senghor and others in the African diaspora, we can call it a black radical intellectual tradition. Then I started feeling uncomfortable to ask, and where are the Dutch? Who are the Dutch intellectuals that form part of that intellectual tradition? So that has led me to a very, very preliminary investigation, and perhaps this is a good moment because there is now going to be the encyclopedia. But so it emerged, can we think of Anton de Kom differently than we now imagine him as, when you see him as father, as family man, you see him within the context of that early movement, anti-imperial movement. But can you imagine him that perhaps in the 1920s, 30s, that Fanon would have been in conversation with C.L.R. James, who was just over the water in the UK, or with George Padmore, who was also just there? Could they have been in a conversation in Belgium when they had that anti-imperial meeting in Belgium? So if we were to frame him in that context, does he then become a black intellectual? Not just an activist, but an activist, an intellectual that is creating a space for an anti-colonial way of thinking and thinking differently about Europe. But if we were to extend that, why is Cairo not a part of it? Because to be honest, if you were to put Anton de Kom's work together with Fanon's work, there might be some similarities that surprise you. If you were to put Cairo's notion of Neherzijn together with others, then you would see a certain, or Cairo's investment in language, then you'd see the ways in which that overlaps with Brathwaite and Walcott. So the question then is, if we are to try and understand this idea of blackness and Dutch blackness, is it urgent for us to try to excavate, think through, and not necessarily do it, and I name it Pali, it's not my intention to be rude, but not necessarily do it in the tokenistic manner that we do it sometimes when we say, when we write about Cairo, and we write about Anton de Kom, when we mobilize them without giving them their own voice. Because to do that,
It is perhaps in some of our writing traditions to elevate ourselves and not necessarily to think of the radical traditions that emerged out of these spaces as a way of constituting what we understand as blackness and Dutchness together. Then, if we leave that vacuum open, what we are in the tendency of doing is to see blackness as a teleological construct, a construct of progressivity that is going to move from one starting point to another starting point, where perhaps its end point is not with us, but located perhaps in the narrative that we can structure from the US. That progressive narrative, that blackness will look the same because there is where we want to be. My contention is that if we want to think blackness differently, if we want to understand how diaspora is produced, thought of, and practiced differently, then we need to go back to a particular kind of excavation of those thinkings, those thinkers who have already tried to structure a way for us in the past and in the present that we can use today. So it is not to suggest that global blackness or solidarity movements aren't important, because they are. That is how, you know, I'm always amazed the ways in which reggae finds its footing everywhere as a part of a radical practice in urban spaces, for example, whether it is Suriname or in Ghana. So it is not to suggest that we shouldn't draw from, but rather to suggest that there must be frictions between that global tendency to see blackness as one thing and a more specific excavation of what it means locally. In doing that, perhaps even the conversation around race and how we understand and use the word race might be thought of differently in different locations, because sometimes I'm afraid, personally, that whether it is intellectuals or it is in the street, the ways in which we mobilize the concept of race is something that draws so much from an American theoretical framing that it does little to try and think about what happens here. So that is my contribution to what I think blackness could mean for a broader context in the Netherlands. Thank you. Zijn er vragen? Nee? Oké. Nou, nu. Wat we dus gaan doen, Wayne, jij kan alvast gaan zitten. En dan vraag ik ook Charles, Marcus en professor Wekker om ook plaats te nemen op het podium. En dan hebben we een kwartiertje de tijd dat jullie even met elkaar in gesprek gaan. Want er zijn hele mooie overlappen. De break komt erna. Pauze komt erna. Ja. Ik wil dan vragen of professor Wekker als eerste kan reageren op wat Wayne net heeft gezegd. Dank je wel. Ja, even doen. Ik wil eerst even beginnen. Wat een geweldige rijkdom aan inleidingen we vanmiddag gehad hebben. Echt. Top. Ik vind het echt geweldig. Het geeft tegelijkertijd iets weer over dat dit denkvermogen wat we hier bij elkaar hebben kennelijk niet interessant is voor Nederlandse media. Hè? Dit even voorafgaand. Ik vind Wayne's inleiding buitengewoon belangrijk. Ik denk, ja, dat we daar allemaal mee bezig zijn. Hè? Wat is nou de specificiteit van zwartheid in Nederland? Dat we daar allemaal ons mee geëngageerd hebben. Ik zou naast de mensen die Wayne noemt, Antonin Kom, Cairo,
ook zeker Astrid Roemer willen noemen als een van onze intellectuelen die ook tragisch genoeg voortdurend in gevecht is geweest om haar stem te laten horen, hè? En die gewoon vaak niet gehoord is, met alle gevolgen van dien. Ik vind het een hele mooie gedachte om Anton de Kom te plaatsen in een context met tijdgenoten. Zwarte tijdgenoten in Frankrijk, in Engeland. Had hij maar die gelegenheid gehad, hè, om die uitwisseling te hebben. Nu was hij aangewezen op witte communisten, zoals Jeff Last, die hem gingen helpen en ondersteunen. Het zegt zoiets over de isolatie die ons nog steeds kenmerkt, hè, als intellectuelen. Denkend over wat mijn uitgangspunt was. Hoe zit het nou in de Bijlmer? En zie ik nou iets van een gevoel van solidariteit tussen de verschillende groepen? Kwam ik tot de conclusie, en ik kon dat net niet zeggen, ik was het ook even kwijt. Het enige moment in al die jaren dat ik al in de Bijlmer woon, 20 jaar of zo, was de verkiezing van Barack Obama. Toen was iedereen op straat in euforie. Mensen omhelsten elkaar, mensen die elkaar niet kenden. Omdat onze broer Barack gekozen was. Dat was in 2007. Dus ik wil heel erg nadenken, niet alleen over... Weet je wel, at the top, welke intellectuelen kunnen ons helpen om onze specificiteit als zwarte Nederlanders te begrijpen. Maar ook dat we heel erg oog moeten hebben voor wat er bij de grassroots gebeurt. En hoe we daar op in zouden kunnen spelen en doorgevoed zouden kunnen worden. Ik zou dan aan Charles willen vragen. Kan jij reageren op de presentatie van Marcus? Want ik denk dat daar een hele interessante... Dat had je me van tevoren moeten zeggen. Improvisatie. Improvisatie. Nou, wat ik interessant vond is... ik ben hem even kwijt gewoon. Dankjewel. Ja, wat ik interessant vond is jouw uitleg over hoe cultuur en ras met elkaar verbonden zijn. Deze conclusie had ik al getrokken. Ik wist alleen niet dat er ook echt tekst over was. En hoe wij eigenlijk cultuur gebruiken als een soort van verkapt racisme om op jouw tekst terug te komen. Van die dame die vraag stelde. Dus nu hebben we cultureel verschil als duiding van het anders zijn. En hoe dan eigenlijk, wat je zei, dat hoe cultuur dan eigenlijk belichaamd wordt. En hoe sommige lichamen wel of niet een bepaalde cultuur aanhangen. Wat ik ook heel erg interessant vond was dat het Joods-Christelijke dat ook eigenlijk geracialiseerd is, om het zo maar te zeggen. En dat dus inderdaad de grote christelijke aanhang onder de zwarte gemeenschap, dat die wellicht niet meetelt in deze. Wat ik ook nog interessant vind, en dat was heel even terugkomend op Gloria, hoe in Nederland, als je ik heb neefjes en nichtjes. Ik heb neefjes, want het zijn allemaal jongens en één meisje. Mijn zus is in Nederland geboren. Haar man is in Nederland geboren. En die kinderen zijn dus autochtoon. En die kinderen worden niet meegeteld in de cijfers. Dus dat getal is eigenlijk nog veel hoger dan dat je denkt. En hoe dat dan weer gelinkt wordt aan het gevoel van thuis. En dat thuis dus als witheid geconstrueerd wordt. Dat thuis is Nederland. En dat Nederland geracialiseerd is. En mijn vraag is dus echt, hoe kunnen we het concept Nederland deracialiseren? Hè? Dus het ras eruit halen. En dat je dus eigenlijk het hebt over Caucasische Nederlanders. En Afro-Nederlanders en Arabische Nederlanders in plaats. En dat Nederlands dus een cultuurding wordt. Want, waarom zeg ik dat? Er wordt heel veel nadruk gelegd op het raselement. En dan zeggen we van, ja, waarom hebben we het over cultuur als we eigenlijk ras bedoelen? En ik zie daar eigenlijk juist mogelijkheden.
laten we dat, let's push it a little bit further. Laten we helemaal in die cultuur gaan zitten. En dan eens kijken wat we daarmee kunnen. Denk je dat dat een mogelijkheid is? Want ik zie daar mogelijkheden. Maar misschien, misschien zie ik zijn er gevaren die ik nog niet zie. Als we dus Nederlands echt een cultureel element maken, gederacialiseerd, waar dus vervolgens allerlei rassen aan toegevoegd kunnen worden. Lijkt je dat een mogelijkheid? Je neemt het moderatorschap een beetje over. Maar... Goed, perfect, daar gaat het om. Doen. Nou ja, ik denk dat... ik ga toch naar... Ik denk dat elke vorm van essentialisering uiteindelijk een probleem is. En het, waarom zeg ik dat? Ik denk dat het op een gegeven moment het moeilijk maakt om bijvoorbeeld Caribische denktradities, Caribische intellectuele tradities, ook als, bijvoorbeeld, ik bedoel, ik ben niet eens Nederlander, maar om het ook als mijn geschiedenis te zien. Hè? Zonder dat ik me dat wil toe-eigenen, maar dat ik dat nodig heb om te begrijpen waar ik vandaan kom, in de zin van, ik ben hier ergens in een historisch historical present, hoe vertaal je dat? Sorry. Dus in een heden met een bepaalde geschiedenis. En ik kan dat heden en niet begrijpen zonder die geschiedenis. En onderdeel van die geschiedenis is dus ook de koloniale geschiedenis. Dus in zekere zin is dat ook voor mijn zelfbeeld, voor, om te begrijpen wie ik ben, belangrijk om dat ook als mijn geschiedenis te zien. Als dat niet kan, hè, omdat het niet ik ben, maar iemand anders, dus een heel duidelijke en harde scheiding, dan wordt het geloof ik op een gegeven moment moeilijk om in een tot een soort modus te komen waarin we in een maatschappij gezamenlijk kunnen inrichten. Dus dat zie ik een beetje als gevaar. Als je zegt, we gaan nog dieper in dat culturalisme. Ik denk dat er op een gegeven moment loop je in problemen. Tegelijkertijd zie ik ook, ik bedoel, het is noodzakelijk om een beweging op te bouwen. Om ook iets, ik bedoel, ik moet zeggen, ik was heel erg geïnspireerd door vorige week vrijdag de filmvertoning van de Black Panthers film. Dus het is ook noodzakelijk om een stap terug te nemen en te zeggen, we kunnen binnen dat systeem van onderdrukking niet dat systeem bevechten. Dus we moeten een stap terugnemen en ons op onszelf terugbezinnen. Dus ik vind dat is de afweging. Wayne? I'm going to... If you had asked me to comment on Charlotte, it would be easy, because he and I, we've been talking about these things for so long. So it is not and see eye to eye on certain things. One of the things that I think, and Charlotte, excuse me, but one of the things that a word you use, which I want to use as a starting point to think about categorization, is the word Caucasian. Because one of the things that once we start using questions like whiteness and blackness, then we inhabit this cultural political space. Once we start using words as Caucasian, then what we do is that we hold on to the colonial categories that we've come to know. And therefore, one of the things that I think is necessary is for us exactly to find, develop the language of the present where other possibilities can happen, rather than use the categories of our earlier formation. The categories of our earlier formation is where, for me, notions of Ursprung and origin and roots become so deeply imprisoning that one cannot think them differently, mash them up and mix them up. So I think that the categories of earlier formation, I think we need to think about what new language can we develop. So that's one thing. Can I just interject something? Yes. I also was very much aware of you're using a concept of Blut und Boden. I thought that was kind of unfortunate for you to use that, because it is so packed with assumptions, and I don't know if you use it consciously.
Yes, all right. But know that, you know, when you do use such heavily loaded concepts, that it carries certain dangers. It kind of puts you back as in, when... Mark, in the Netherlands, it's okay. Sorry. Yeah. May I react? Mag ik daarop reageren? Ja, maar ik was nog niet klaar. Het punt waarbinnen je dat gebruikte was volgens mij... waarbij je ging uitleggen waarom er een verschil is tussen Afro-Amerikanen en zwarte Nederlanders. Omdat Afro-Amerikanen het huis hebben helpen bouwen en wij niet. En ik ben het daar niet mee eens. Ja, maar ik weet niet welke die andere manier is. Het is goed dat we het daar niet mee over eens zijn. En ik heb bewust het woord bloed van de bodem gebruikt. Omdat het een bepaalde context is. Omdat het een bepaalde context is die gebruikt wordt door, zeg maar, de ander om de zogenaamde rechten of privileges waar wij als zwarte Nederlanders of ik als zwarte Nederlander me op laat voorstaan. Op basis daarvan worden die mij mogelijk onthouden. Op basis van dat soort gedachtegoed. Dus ik heb die term heel bewust gebruikt. En om te reageren op Ween, waarom ik het woord Caucasisch heb gebruikt in dit geval, is omdat ik toch weer even weg wilde stappen uit die tegenstelling zwart-wit. Ik moest daar even uitstappen om er weer nog een keertje naar te kijken. Dus vandaar dat ik het woord Caucasisch heb gebruikt. Want op het moment dat we in die tegenstelling gaan zitten, zwart-wit, in de mogelijkheid om te gaan zoeken naar Nederland als een culturele identiteit in plaats van als een geracialiseerde identiteit, dan blijven er weinig mogelijkheden over als we het alleen maar hebben over zwart en wit. Dus vandaar dat ik dacht van nou, als je het Afrikanen hebt, je hebt Caucasiërs, je hebt Aziatische mensen, je hebt Arabische mensen, dan ga je wellicht terug naar die oude, oude vorm, maar het geeft wel weer een nieuwe, vanuit daaruit kun je weer opnieuw gaan kijken naar die cultuursituatie. En dat is wat ik probeer te doen, omdat we allemaal denk ik op zoek zijn naar een mogelijkheid om te kunnen spreken over onszelf die voorbij gaat aan die zogenaamde tegenstelling zwart-wit. Snap je? That could be the topic for an entire day of conversation, which we should come back to. But I just wanted to, for the life of me, recently I've been singing in my head over and over, Until the Philosophy. I didn't want to end it with Everywhere is War, but the thing is just coming up. And in a way, one of the things that I want to respond to is, in response to Marcus, is that, you know, it is probably strange to say this, but living here in the Netherlands, I almost want to take the case of what I call a kind of racial ineptitude, a kind of blindness, innocence, however we want to call it, innocence as a possibility for structuring another kind of samelevin that is different. You know, so it is in activism that is happening now, that we're pushing towards something else. And so I'm hopeful, Marcus, that at one point, when Winti and all of the other Afro-Suriname, Afro-Caribbean religions become a part of the cultural heritage of the Netherlands, rather than thinking about it as separate, when the things that the Moroccans brought or whatever becomes a part of that, then there is a possibility for thinking about a space where cultural difference happens, but there is an overarching thing of the cultural. Now, I know that as anthropologists, we're afraid of the cultural. I agree with that. But still, I think that there might be a possibility. And I can tell you as a foreigner, I'm sorry, whether you are black Dutch, white Dutch, blue Dutch, or pink Dutch, all of you ask me, where come you from down? And I feel, by a foreigner, buitengesloten, by that term, but it is something that has a Dutchness to it, which I never found in the UK. So that in itself is a kind of cultural space where that is learned and understood. In the same way, I call it the tyranny of the agenda. All Dutch people I know who grew up here use this agenda to tell me that I should come at this time and that time. I'm like, oh God, this agenda. It is also a cultural thing that one learns as a part of
Nederlands-ness, which one should not also deny because we're afraid of this word culture. So in a way, what I'm suggesting is that there is a space in which it is possible for all of us to be, and me and you and I probably will not be that, because we are so late in becoming, and I will never learn the agenda but my son might. Another round of applause for Wayne, Marcus, Charles, and the festival. And so part of the agenda is natuurlijk ook gewoon de pauze. We nemen een korte pauze van 10 tot 15 minuten en dan komen we weer terug. En dan hebben we de panel. Dus ga maar even... Ja. Volgeladen weer terugkomen. Naar de wc, naar de bar, grapjes. Tot zo. Dank jullie wel. Goedemiddag, tof dat jullie er weer zijn. En we gaan nu door naar het volgende onderdeel van het programma. En dat is de panel, panelgesprek samen met Simone Zeewijk. Die hebben we net al gehoord aan het begin. Die eigenlijk de definitie van zwart in Nederland probeerde te specificeren voor ons. Simone, kom maar naar boven. Jullie kunnen haar... Naar boven. Daarnaast hebben we ook nog de oprichter van de podcastplatform en blogger en model. En trouwens ook een van de mensen die in de strolling series van Cecile en Mickey werd geïnterviewd en over Nederland heeft gesproken. En dat is Stephanie Afrifa. En als laatste wil ik naar voren roepen een vriend van mij. Ik heb hem leren kennen toen ik in Utrecht een lezing moest geven. En toen zei hij, hey, jij bent toch Quincy? Ik zei, ja, wat doe jij? Toen zei hij, ja, ik ben politicoloog. Toen dacht ik van, oh, hoe vet. En Kisa Magendane. En Kisa, afgelopen week heb jij een nieuwe studentenvereniging opgericht, toch? Ja. Kun je daar een beetje over vertellen? Ja. Ja, en dan gelijk een correctie op jouw introductie. Ik ben een student politicologie. En we hebben net African Students United opgericht. Het is een platform voor Afrikaanse studenten in Amsterdam. En studenten die affiniteit met Afrika hebben. Dus wij doen aan kennisoverdracht over Afrika. Maar ook bijdragen aan een positieve beeldvorming over Afrika. In de Amsterdamse academische gemeenschap, maar ook in Nederland. Door inspirerende en capabele studenten bij elkaar te brengen die in de kracht van Afrika geloven. Dus het waren een spoken word show. En het is heel levend onder jongeren. Dat de poëzie hier een andere vorm krijgt. Dus dat soort events gaan we doen. En een filmavond die ook volgt. Dus een korte introductie. Als je zo luistert naar de verschillende presentaties over Afro-Nederland, over zwart zijn in Nederland, hoe kijk jij er naartoe? Of hoe kijk jij ernaar? Nou, ik moet bekennen, ik ben zelf blij dat er hierover gesproken wordt. Ik heb niet heel veel ervaringen als het gaat om Nederland, omdat ik woon 8 jaar in Nederland. Dus ik heb de heftige discussies tussen Surinamers, om het zo maar te zeggen, en mensen buiten het continent. Ik kom zelf uit Congo. Dus ik heb begrepen dat, ja, dat er toch een verschil is. Iedereen heeft een andere ervaring. En wat ik zelf in ieder geval ervaar, en ook bij African Students United, voel ik dat onder de jonge generatie wel een behoefte is aan eenheid. En daar begint gelijk de vraag, wat maakt ons een? Is het een politieke eenheid? Is het cultureel? Ik weet dat Karl, geloof ik, had het over de culturele afro, of de politieke afro. En ik denk dat het vragen zijn dat we onszelf moeten afvragen. Is het als ik afrobeat luister, ben ik dan onderdeel van die cultuur? Moet ik ook fufu gaan eten bijvoorbeeld? Of wat verenigt ons eigenlijk? En dat is voor mij een relevante vraag. Stephanie, toen professor Wekker het had over studies, over mensen
tussen Surinaamse en Ghanese zag je heel hard meeklikken. Yes. Yes. Vertel. Ik ben volgens mij de ultieme case study daarvoor. Ik ben half Ghanese, mijn vader is Ghanese en mijn moeder is Surinaams. En dan ook nog eens Hindoestaans en Creools. Dus, en daarnaast ben ik ook nog eens geboren en getogen in Zoetermeer. Dus het feit dat wij hier zitten en nadenken over hoe we onszelf moeten definiëren is voor mij echt zo belangrijk. Omdat ik daar vanaf jongs af aan al mee bezig ben. Ik ben omdat ik ben geboren en getogen in Zoetermeer ben ik er vrijwel vanaf 7 jaar jong ben ik ermee geconfronteerd dat ik anders ben. En dat ik dus zwart ben en weet je, ook negatief daarover bejegend en dergelijke. En nu ben ik eigenlijk op het punt dat ik zelf gewoon Stef wil zijn. Gewoon Stephanie Afrifa wil zijn en niet zwart wil zijn. Omdat ik het gevoel heb dat mensen mij zo hebben gedefinieerd vanuit hun perspectief. En daarom, ik ben zo blij dat we hier met allemaal mensen die daar überhaupt over nadenken. En dat ik ook, I'm looking for answers myself, weet je wel. Dus ja, ik vind dat heel fijn. Wat ik ook heel interessant vind aan waar je nu mee bezig bent met je podcastplatform, is dat je zelf ook ruimte gecreëerd hebt of aan het creëren bent om dat soort gesprekken te voeren. Kan je daar wat over vertellen? Ik word zelf best wel vaak uitgenodigd voor dit soort gesprekken, maar bijvoorbeeld ook door Radio 1 en dan als het gaat over Beyoncé en feminisme of inderdaad racisme in de mode-industrie. En ik vind het heel erg jammer dat ik altijd word geframed, als het ware. Dat ik niet kan praten over 's ochtends de hond uitlaten, bij wijze, weet je wel. Ik kan ook over andere dingen praten dan alleen over mijn kleur en dergelijke. En ik wil heel erg gewoon mijn eigen stem laten horen zoals ik vind dat die gehoord moet worden in alle aspecten van het leven. En daarom heb ik nu een mediaplatform opgericht. Ik ben eerst begonnen met mijn eigen podcast, waar we het gewoon over van alles en nog wat hebben. Serieuze onderwerpen zoals inderdaad cultuur en rassen, noem maar op. Maar ook gewoon over naar welk liedje we luisteren en wat voor woorden we daarbij gebruiken, wat voor dansjes we daarbij doen bij wijze. En nu ben ik gewoon bezig om andere mensen ook een stem te geven. En hun de ruimte te geven om te laten praten over de dingen waar zij over willen praten. Zodat wij eigenlijk, het is een manier van eigenlijk ook onderzoek doen voor een expositie. Want ik kijk gewoon naar wat zijn dingen die horen bij onze cultuur. En dan onze cultuur nog steeds met een hele grote vraagteken. Wat is eigenlijk onze cultuur? En wat zijn onze overeenkomsten tussen de verschillende soorten van zwart zijn? En ook de verschillen als het ware. En ik kijk heel erg naar van wat doen de verschillende mensen van mijn leeftijd, die jonger zijn en die ouder zijn. En ja, hoe kunnen we, als we dat allemaal een plek geven, hoe kunnen we dat dan gaan definiëren als het ware? Een van de mogelijkheden om dat ook te doen is natuurlijk op social media, je eigen blogs doen. Ja. En Simone, jij bent naast geweldige schrijver hier en spreker hier in het openbaar, ben je ook een hele geweldige schrijver online. Oh, thanks. Ik weet niet hoeveel mensen het hebben gevolgd, maar er was een tijdje terug een artikel in de NRC. En het was een recensie van het boek van Ta-Nehisi Coates, Between the World and Me, onder andere. Er werden ook nog 2 boeken gerecenseerd. En jij was de eerste vanuit Nederland die daarover schreef, op je blog. Kan je daar wat meer over vertellen, van de noodzaak om zelf de pen op te pakken en die ruimte te claimen, om daarover te praten? Omdat er vrijwel nergens anders ruimte voor wordt gemaakt. Wat Stephanie ook hiervoor zei, je moet een eigen platform creëren om het daarop te zetten. Want een paar maanden later probeert een NRC wel een stuk te maken over wat ze noemen Black Twitter. Maar het zijn de ruimtes die gewoon niet daarvoor zijn ingericht. Volgens mij heb ik Mike ook van, hey, toch? Kan ik hem nee. Nee, oké. Maar het zijn ruimtes die daar niet voor zijn ingericht. Een programma als De Wereld Draait Door, zijn vader heeft het geweldig gedaan, maar het programma is er niet voor ingericht. Dus je moet toch een manier vinden om te kijken van, maar wat is die stem die we willen laten horen? Wat zijn onze reacties erop? En in je eigen platform is waar je het meest kritisch kan zijn. Toch? En ben jij dan ook kritisch op wat er vandaag allemaal werd gezegd? Wat vond jij van de presentaties? Wat Char ook al zei, moet je eigenlijk vragen voor te krijgen. Wat had ik er anders op naar geluisterd? Bepaalde dingen waren heel erg herkenbaar, bepaalde dingen ook weer niet. Ik had een aantal vraagtekens. Maar ik denk dat het ook wel, het geeft aan hoe zwart voor iedereen iets heel erg anders is. Het geeft ook aan dat er heel veel definities zijn die we over het hoofd zien. Wanneer we het hebben over zwarte mensen, we hebben het over Afrikanen, we hebben het over Sub-Sahara Afrika. Dan zien we mensen in Noord-Afrika die zwart zijn over het hoofd. Misschien ook over het hoofd dat de categorie zwart in Sub-Sahara Afrika iets anders kan betekenen. Iemand die bijvoorbeeld uit Somalië komt, hoeft misschien niet te zeggen dat hij zwart is.
Als ik werk met mensen die geen documenten hebben en je komt naar binnen en je voert gesprekken met elkaar, ik weet nog wat we een keer aan het dammen waren. En toen maakten we een grapje over de zwarte steen en er waren mensen die zeiden, ja maar ik ben niet zwart, ik ben Arabisch. En mensen die donkerder waren, dus dat is voor hun een andere wereld. Ik kan dan niet zeggen van ja, maar wij categoriseren als wit en zwart. En ik denk dat we dat soort dingen wel in beschouwing moeten nemen. Dat onze definities daarvan heel erg gevormd zijn door wie wij hier zijn. En dat iemand uit Noord-Soedan, die donkerder is dan ons, kan zeggen, ik ben Arabisch. Dat iemand uit Somalië kan zeggen, of iemand uit Ethiopië kan zeggen, ik ben Habesha, ik ben niet zwart. Ik denk dat we dat wel vast willen kijken naar hoe betrekken we de groepen erbij, als we dat echt niet over het hoofd mogen zien. Mooi punt. Kiezen? Ja, ik denk dat Wayne het ook had over een tweede vorm van kolonialisme. Dat, het gaat uiteindelijk, het is een machtsverhouding eigenlijk. Het is een definitiemacht. Dus diegene die categoriseert, diegene die klassificeert, bepaalt de discours eigenlijk. Dat is heel erg problematisch. Maar er is inderdaad een manoeuvreringsruimte. Je kunt jezelf bevrijden. En ja, ik was zelf niet overtuigd op basis van de presentaties hoe die bevrijding nou precies plaatsvindt. Jij doet dat bijvoorbeeld door echt een platform te creëren. Werd geponeerd om andere talen te creëren. Ik moest gelijk denken aan de term mentale tyrannie, door Ben Okri in The Guardian geschreven. Dat als het ware, specifiek over donkere schrijvers die gedwongen zijn om over sociale, economische of raciale problemen te schrijven. En daarin ontbreekt gewoon de diversiteit. Dus we zouden moeten gaan onderzoeken, hoe kan ik mezelf bevrijden van wat de buitenwereld eigenlijk van mij vindt. Want identiteit of zwart zijn in dit geval is een relationele kwestie. Dus diegene definieert jou eigenlijk, maar tegelijkertijd ga je het claimen wat volgens mij wat je kan doen. Zo van ik ben voortaan zwart, maar het is een politieke statement. Mijn eerste opmerking, maar wat houdt dat in? Dus je bent heel erg constant afhankelijk van wat iemand anders vindt. En dat maakt het lastig, denk ik. Stephanie, moeten we dan überhaupt gewoon wars zijn van die categorieën? Gewoon überhaupt geen categorieën meer hebben? Ik weet niet of dat nu al kan. Want door die categorieën denken we nu na, natuurlijk. Het is een fase. Het is een fase. Ja, ik vind het moeilijk om te denken of we daar helemaal van af moeten. Want mensen blijven categoriseren. Als het niet op achtergrond, dan is het op, weet ik veel, met wie je omgaat of waar je, weet je. Dus dat vind ik moeilijk om te zeggen. Maar het is liever op waar je woont of iets dergelijks dan op iets waarmee jij geboren bent en weet je. Dus ja, dat zeker. Maar wat zou daar dan de winst van zijn als we zouden stoppen met de categorie? Als we stoppen met de categorie wit, stoppen met de categorie zwart, wat is de winst dan? Volgens mij heb je geen winst dan. Want dan kan je ook niet juist aanspreken wat onderdrukt. Nee, maar ik denk dat er wordt wel vaak gekeken naar van het moet eigenlijk weg. Maar er wordt weinig gesproken over het belang inderdaad ervan. En het hoeft niet altijd iets onderdrukkends natuurlijk te zijn. Als ik mezelf zwart noem, doe ik het niet omdat ik mezelf opnieuw onderdruk, wetende waar de categorie vandaan komt. Maar ik geloof gewoon niet in een wereld waarin we op een gegeven moment zeggen van een categorie bestaat niet meer. Wat we wel kunnen doen is werken aan de notie die categorie heeft. Maar het feit dat ik zwart ben, dat zal niet weggaan. Al geef je er een andere naam aan, maar wat gebeurt er dan? Dan is het net een soort als mensen zeggen van, ik zie jou wel, maar ik zie je kleur niet, en God, ik ben zo kleurenblind. Dat werkt allemaal. Het geeft namelijk ook aan dat kennelijk de categorieën zodanig problematisch zijn dat je er vanaf wil. Dus je wil eigenlijk een soort van neutrale melting pot zijn. Want dan is het beter. Maar waar is het midden en wie moet dan soort van het meeste daar naartoe reizen? Nee, ik ben voor de categorieën, ze kunnen geherdefinieerd worden. Maar categorieën zijn denk ik het probleem niet. Wat hier moeilijk aan is, en dat merkte ik in het vorige gesprek, als dan iemand had, oké, is het een cultureel probleem of mag ik de term Caucasian gebruiken? Is dat je begint eigenlijk vanuit de frameworks die vastgesteld zijn. Ik zeg niet dat het problematisch is, maar je moet, ik denk dat voor mij in ieder geval is het belangrijk. Wat bedoel ik met deze term? Ook als het hebt over decoloniseren, vaak begin je eigenlijk bij het bestaande
En dan ga je vanuit daar verder redeneren. Dus je gaat nieuwe definities creëren. Dus mensen die het hebben over voorbeeld allochtoon bijvoorbeeld. Dus eigenlijk omarm je eerst de term allochtoon. En dan ga je het voorbeeld eraan koppelen. Dus je bent in dezelfde framework. En dus bijna alle woorden zijn in die zin problematisch. Daarom vond ik het de oproep om te zeggen van ja, laten we echt heel goed nadenken over nieuwe definities. En ik weet niet of je dan als een onafhankelijke observator nieuwe termen kan bedenken. Maar het is wel zinnig om bestaande categorieën in ieder geval te toetsen. En om zelf af te vragen, is deze nieuwe alternatief de oplossing? En als we kijken nu naar de ontwikkeling van wat het betekent, of de definitie van wat het betekent om zwart in Nederland te zijn. Gaan we richting een ruimte waar we die zelfduiding gewoon kunnen poneren? Misschien anders gesteld, gaan we richting een plek waar wij de macht hebben om dat zelf in te vullen? Zonder dat de categorie van iemand anders alsnog bepaalt hoeveel ruimte je hebt om dat te doen. Persoonlijk ben ik bang dat als we het daarover hebben, dat die diversiteit die zwart Nederland kenmerkt, enerzijds niet duidelijk wordt aangegeven. Dus ik denk dat we het zelf moeten claimen. Maar dat maakt het gelijk lastig van ja, wat houdt die term dan wel in? Soms hebben we het over donkere mensen, gekleurde mensen. Dan is het voor mij ook niet weer duidelijk van wat bedoelen we daarmee. Dus ik denk dat het in Nederland nog steeds vaag is. Misschien met de encyclopedie dat het dan helder is, maar het blijft vaag voor mij. Kan je de vraag nog een keer stellen? Nou, gaan we richting een plek waarbij je los kan staan van de definitie van een ander over jou? Dus dat jij Stephanie kan zijn, Stef kan zijn, zonder dat je last hebt van dat iemand zegt van hé, maar wacht even, jij bent een Afrikaan of hé, jij bent een Surinaam. Ik denk het niet. Dat ligt sowieso niet aan ons, maar dat ligt aan de mensen die al die hokjes, ons in die hokjes plaatsen sowieso. Wij zijn heel erg vooruitstrevend en wij denken heel vooruit, wij zitten hier nu, maar die mensen die zijn daar nog lang niet, zoals je hebt gezien bijvoorbeeld gisteren bij Paul. Maar daarnaast ook, we zijn hier ook als donkere mensen, gekleurde mensen, je zei net sorry, ik weet ook niet hoe ik het moet zeggen, nog best wel afhankelijk ook, weet je. Ik werk parttime ook bij een bank en ik ontkom er niet aan dat ik daar ook geframed word als ik daar naar binnen stap door hoe ik eruit zie, weet je wel. Dus wij kunnen inderdaad wel die macht nemen voor in een bepaalde space, maar zolang wij in Nederland zijn en zolang wij worden gezien als die ander, is dat het nog, weet je? Dus ik denk het niet. En als je ook vergelijkt met, bijvoorbeeld ik was in Florence naar Black Portraitures en daar had ik een gesprek met een paar Afro-Amerikaanse vrouwen en die zeiden ook van, eigenlijk ze beseften opeens op dat moment daar dat zij privileged waren, omdat zij daar als mensen van de zwarte community totaal zelfstandig kunnen zijn en niet alsnog bijvoorbeeld een witte baas boven zich hoeven te hebben om gewoon te kunnen leven. Zij hebben in hun leven niet met blanke mensen, ze hoeven daar niet mee te maken te hebben als het ware. En hier is het toch heel gauw dat dat wel zo is. Weet je? Dus ik denk dat wij daar nog lang niet zijn. Nee. Maar ik denk dat er wel stappen gemaakt worden. En dat is ook heel erg. We zitten nu in een van die stappen. We zitten in de Bijlmer Parktheater, waar een voorstelling geboekt kan worden die niet wordt beschreven als de zwarte voorstelling van de zwarte ballerina. Het hangt er ook natuurlijk vanaf waar je begint en de stappen die je maakt. En eer die stappen ook. Kom dan liever hier naartoe om een theaterstuk te kijken, dan dat je aan de Stad Schouwburg gaat. En vergroot daarmee het belang van het Bijlmer Parktheater. Vergroot daarmee het belang van een talkshow zoals jij hem doet, of van die zwarte ruimtes. Maar je moet er wel in willen investeren. Ja. Ik denk als we thuis zitten en zeggen van oké, maar het verandert nooit, ja, dan verandert het ook gewoon niet. Ja. Maar je moet er wel leven aan bijdragen. Als mensen crowdfunden, geef een keertje wel geld. Dat is belangrijk. Ik denk dat dan komen we ook weer terug op wat professor Wekker ook zei over die precaire situatie van waar zwarte mensen, als we die term dan wel gebruiken, hier in Nederland in zitten, inderdaad, zoals jij noemt, alsnog afhankelijk op de een of andere manier. Ik wil het nu opengooien voor het publiek. Zijn er vragen van het publiek?
adres. Maar het is één vraag. Zal ik al waar? Daar, die mevrouw daar. Ja, ik heb eigenlijk ik heb alle inleidingen heel goed tot me genomen. In 1983 studeerde ik fysiotherapie voor de periode van de hogeschool. Wij kregen bijna dagelijks een uur antropologieles. Bijna elke dag. En dat telde 2 keer zo zwaar als mijn anatomiecijfers. Toen dacht ik nog heel naïef, dus we spreken in 83. Al binnenkort krijgen alle brugklasjes ook antropologieles. En ze gaan een hele mooie naam bedenken. En dat gaat wel op zo de lagere scholen binnen. En zelfs naar de kleuterschool met een mooie, leuke, lieve naam, dacht ik. De blanke politiek heeft het eigenlijk het laten liggen op dat vlak. En mijn ogen zou het niet een aandeel kunnen zijn dat het daarom juist niet van zwart-wit, dat het eigenlijk niet speelt, maar elkaar zien in hun eigen persoon, hun eigen ik en elkaars culturen erkennen in de zin van de rijkdom in elkaars culturen gaan zien. Zou die antropologielessen daar een ongelooflijk grote rol kunnen zijn? En is het niet de nieuwe generatie die dat toch dan maar... Ja, de fouten van de blanke politiek misschien kunnen oppakken, dat kan. Hoe denken jullie daarover? Iedereen kijkt naar elkaar. Ja. Jij denkt iets, ik zie het. Nee, ik ben aan de zaal toe, hoor. Niet alleen maar richting jullie, maar denk je niet dat het een rol heeft gespeeld? Want ik zag het in Amsterdam wel gebeuren, nou, ik denk dat we het verstaan, maar ik zag het in Amsterdam wel gebeuren, dat we wel die rijkdom in elkaars culturen gingen zien. En alleen, je ziet het Wilders Wind in Volendam. Nou, het is niet dat daar zoveel culturen wonen. Dus ja. Er is duidelijk iets misgegaan. Ja. Dat is toch wel bijzonder. In uw vraag hoor ik ook gelijk een opmerking. En uw antwoord is ja, vermoed ik. Om het over het term blank politiek te noemen. We weten op dit moment dat de hele ministerraad bijvoorbeeld door witte mannen wordt gevormd. Zelfs Abu Talib is niet minister geworden, maar wel staatssecretaris en al-Bayrak. Dus over de politiek gesproken, daar valt ook wat mij betreft verandering in te komen. Weinig zwarte Kamerleden. Dus in dat geval, en ook best wel problematisch, dat spreekt voor zich. Dus daar zou het moeten beginnen. En hebben wij antropologie lessen nodig op school? Daar weet ik zelf weinig van. Gewoon geschiedenisles. Dat was ik aan het denken waarom de studie over zwarte mensen, over niet-witte mensen, in de vorm van antropologie gegeven moet worden. En ik was voor mezelf aan het zoeken van, misschien is daar een hele goede reden voor, maar ik denk het niet. Wat maakt dat de meest goede studie daarvoor? Waarom zouden we bijvoorbeeld niet kunnen zeggen, we hebben een studie over de economische situatie in een Afrikaans land of in een Afro-Caribisch land. Waarom moet het een soort van... Want antropologie heeft wel een beetje de nasmaak van... we gaan je onderzoeken en we gaan je bestuderen. Dus ik zou graag... Ja, die les kwam niet zo open. Het is puur kennis maken, want je spreekt niet over academisch niveau. Hè? Je spreekt over hbo-niveau, middelbare school. Elkaars culturen leren kennen. En dat je daarom eigenlijk probeert... ja, gewoon iemand te mogen laten zijn zoals hij is. Zoals hij is en niet... Ja, niet elkaar, niet die onderscheid wegvinken of weggummen. Ja, maar juist niet, maar elkaar die rijk van elkaars culturen zien. Ja. Ja, maar toch het onderscheid kan, iemand kan het doen, maar ik ben dol op mijn onderscheid. Ja, precies, dat bedoel ik. Maar het gaat ook om de erfenis van antropologie. Ja. Het gaat erom dat bijvoorbeeld een studie als, ik zeg maar, Engelse literatuur, hè, ook daarin kan je een zwarte cultuur leren kennen. Ja. Je kan een zwarte cultuur leren kennen in Nederlands literatuur. Ja, maar dat is minder belangrijk dan de vraag of het antropologie moet zijn. Mijn leeslijst van HAVO waren alleen maar een Nederlandse witte schrijvers. Ja, maar ik weet niet of een les antropologie daar verandering in brengt. Nee. De verandering is gauw in het curriculum. Vraag. Ja, maar just two things. You know, there is a nice term that I don't even remember where it comes from, but there is, I think, a black American who told me that anthropology is just a nice way to call me a nigger. So, another way to do that. But I think that, in a way, one of the things that we've come to do with anthropology is, it has a very terrible history because it was mapped onto the colonial project. But I think one of the things that we also do is by putting the spotlight on anthropology as a problematic
history. Mm. What we do is not recognize the fact that most of the disciplines have this problematic history. Absolutely. History has a history of violence. Yeah. All of them has histories of violence. So what we need to do is to start thinking about what does it mean, these disciplines, and how can we think about them in their historical project. Sorry to say it, but when art historians and art museums think that anthropology museums are bad, it's because art museums haven't even taken up the discussion yet. Mm-hmm. So let us not do that and think about rather whether or not the shifting, which is what is happening now, the shifting of the curriculum totally needs to happen so that people learn in all of the Fachbücher about certain histories that they want to ignore. Mm-hmm. Because until all of us learn that colonialism is our common history, and not just for Surinamers when you put on an exhibition, then we're not going to change. Mm-hmm. Then the other thing I'd love to say is just to go back to something that Simona said. You know, categories are necessary to speak, to understand. Mm-hmm. The question isn't that I know me because I'm not you. I am Wayne because I'm not Rivka. I am black because I'm not white. I'm man because I'm not many other things, but that's a choice as well. So those things are necessary. The question is, why do certain categories seem so embedded in a kind of negative historical formation and other categories seem outside of it? So until whiteness also becomes other, and not that blackness is other to whiteness, but whiteness also needs to be other. Mm. And the white needs to be framed oak. And until that happens, then what you will have is that the category of blackness will always be a category that has negative whatever. What I always say is the idea of developing a new language is to simply think about the categories that we've come to know, criticize them, and see if they have any utility for the present or the future. If they don't, then we need other language to develop for how we constitute our sound living. That is my... Mm-hmm. Yeah. So interesting, Wayne's reaching for the mic. He said that, huh? Yeah. Wow. Tisa? Ja, ik denk dat het kern van alles is. Dus als je vanuit wie-tijd begint te redeneren, heb je weinig bewegingsmogelijkheden. Dus inderdaad graag alle categorieën toetsen, want de meeste categorieën zijn gewoon exclusief. Dus als we zwart bedoelen in Nederland, het is geen neutrale term. Althans, voor sommigen. Je kan het een neutrale term maken, maar het vraagt dus ons het vermogen om het te toetsen. Wat bedoelen we daarmee? En er was een opmerking gemaakt over internet, creëren van eigen ruimte. Dat is interessant, want ja, in de lezing over nazistaat, het is allemaal, alles gaat snel, dus... Ik bedoel, iemand in Amsterdam heeft weinig met iemand in Teacher Stradel te maken. Dus wij kunnen nieuwe realiteiten creëren. Maar tegelijkertijd ben ik wel voorstander in dit geval om echt in de mainstream media, wat Sylvana Simons gedaan heeft gisteren, dat is broodnodig. Dus er moet ook binnen bestaande machtsstructuren mensen zijn die dingen gaan toetsen. En wat Quincy ook doet, dat moeten we ook niet vergeten. En Simone, pratende over in bestaande instituten inbreken, kan jij wat vertellen over decolonizing the museum, waar je mee bezig bent bij Wayne? I'm trying not to laugh and I'm trying not to look at Wayne. We zijn ermee begonnen omdat het brood nodig was. Je komt in een museum. Funny that Wayne is in de audience now. En het is superkoloniaal. De beschrijvingen, de objecten die worden gekozen, het promotiemateriaal. Dat is eigenlijk een soort van intellectuele versie van met elkaar op safari gaan, zo klinkt het vaak. En we zijn met een aantal mensen begonnen om dat te veranderen, om teksten te herschrijven. Om te kijken naar welke beelden kies je. Dit is bijvoorbeeld een Afrika-vleugel. Maar er komt volgens mij, correct me if I'm wrong, misschien 10 landen aan bod. Ja. Je hebt een vleugel over Suriname en bij het welkomstbord staat er iets in het rand van de Republiek Suriname. In zo en zo werd Suriname gecoloniseerd, dat is het begin van de geschiedenis. Natuurlijk is het begin van de geschiedenis. Maar zo wordt het wel gepresenteerd. Ja. En het wordt gepresenteerd als van dat Europa, in het geval Nederland, een hele mooie rol had met het kolonie zijn. Dus van kijk eens wat we, als wij er niet waren, dan hadden jullie elkaar niet gevonden.
Als wij niet waren, hadden we nooit zo'n belangrijke stempel kunnen drukken op jullie cultuur. Het is een soort van allemaal gecentered around whiteness. Mm. En daar zijn we dus nu, daar zijn we nu mee bezig. En hoe lang gaat het duren? Voor eeuwig, hoop ik. Nee, zolang als nodig is. Zolang als nodig is. En we hebben begin volgend jaar een conferentie. En, ik ga het kort houden. Begin volgend jaar conferentie en we zijn ondertussen nog bezig met de hashtag. Hier nog een vraag. Ja, mijn naam is Janna en ik werk als curator bij het Van Appel Museum in Eindhoven. En ik ben bezig met een onderzoek naar whiteness in institute en lecture activities, wat totaal mist in alle instituten in Nederland. En het museum is altijd het voorbeeld geweest hoe je inderdaad een samenleving kan koloniseren en hoe je die categoriseren en die verschillende categorieën ook scientific kan maken en ook kan uitwerken. Het is natuurlijk een hedendaags kunstmuseum, maar het is alsnog hartstikke wit, de mensen die hier komen, de mensen die hier werken. En ik ben heel erg geïnteresseerd in hoe kan je het museum zien als public institution. Hoe kan het echt een public instituut zijn? Dus waar ook verschillende stemmen aan bod komen. Waar juist, ook al is het een gekoloniseerd instituut nog steeds, is het wit. Hoe daar wel ruimte gecreëerd kan worden voor dit soort discoursen. Omdat het inderdaad volgens mij juist belangrijk is om die bestaande bouwstukjes te hacken, te decoloniseren. En op de een of andere manier de macht die instituten hebben om te draaien en te gebruiken om ook dit soort discoursen verder te verspreiden in de samenleving. Dus ik ben benieuwd of jullie ideeën daarvoor hebben, gedachten daarover hebben. En ik ben benieuwd, ik werk aan een project over zwart feminisme in de jaren 80, voor de tentoonstelling over de jaren 80. Dus in de jaren 80 ook iets te laten zijn van dat het ook de decade wordt van zwart feminisme hier in Nederland, in plaats van alleen maar het punk en graffiti verhaal wat we nu kennen. Daarvoor ga ik ook een serie met public events organiseren. Dus iedereen die mee wil denken, ideeën heeft, van harte welkom. Ik ben op zoek naar content voor die space die ik hiermee wil creëren. Als ze betaald worden. Word. Maar dat is een nare opmerking. Even van Abbe Museum is natuurlijk wel een is voorloper. Het is wel een toppertje. Laten we dat ook even zeggen. Stephanie, wil jij reageren? Nee. Ik wil wel reageren. Wat je zei van hoe maken we van het museum een public institute? Allereerst door de definitie van public misschien te herdefiniëren. Want het museum is ingericht voor een publiek waar niet iedereen invalt. Dus totdat dat gebeurt, dan gebeurt er gewoon niet zoveel. Dan blijf je alles inrichten om te cateren aan dat publiek. En het publiek is niet inclusief. Dus dat zou de eerste stap zijn. Maar het is een interessante opmerking voor heel veel dingen die een publieke karakter hebben. Wat ik net noemde, de politiek. Hebben wij zeg maar ook, want jij neemt ook het voortouw door die Colonized Museum, moet zeg maar de minderheid in dit geval ook een proactieve rol spelen om die publieke sfeer nog inclusiever te maken? Of is de andere, is het in dit geval de taak van de musea en de politiek om toch wel een eerste stap te maken? Beide. Ja, toch? Dames en heren, ik wil het panel bedanken. Kiza, round of applause. Het was een hele rijke middag. Ik wil jullie allemaal bedanken dat jullie er waren. Ik wil de organisatie bedanken. Nancy Jouwe, Belmer Park Theater. En ik wil ook de techniek bedanken. Onder andere Nico en ik ben jouw naam vergeten. Sorry? Ajay. Dus ook een round of applause voor Ajay. Ja, dit was een co-op en dit is een co-op van het netwerk Slavernijverleden met verschillende partijen. Dus dat wil ik ook even genoemd hebben. En natuurlijk een round of applause voor moderator Quincy Kuijer. En er is nog een programma hierna. En er is s'avonds natuurlijk ook nog een programma. Ja. Thanks. Sorry.